vandaag met zoveel mogelijk leden hier te kunnen zijn. En gefeliciteerd dat jullie een kaartje hebben bemachtigd. Want dit is traditioneel het meest gewilde event van het jaar. We hebben hier maar 500 plekken van mogen vergeven. En we weten dat er heel veel leden zijn die hier heel graag ook bij hadden willen zijn. En daarom, en ik zie al een paar mensen die foto's maken, filmpjes maken. Ik wil jullie inderdaad van harte uitnodigen om dat te doen. Deel het met zoveel mogelijk mensen, zodat ze er een beetje bij kunnen zijn. En om dat te faciliteren, hebben wij ook een speciale Insta-filter gemaakt. Als je op Instagram zit, ik zal het even laten zien. Dan kun je naar de page van FVD, dus de FVD NL. Ja, kijk even met mij mee. En daar kun je dan op die drie sterretjes drukken. En daar vind je de ledendagfilter. En dan kun je aan al je achterban laten zien dat je de ledendagfilter hebt gebruikt om hier een foto of een filmpje te maken. Als je dat leuk vindt. Dat was een extraatje van Esmeralda. Esmeralda is de jonge dame met de fotocamera die hier rondloopt. En zij maakt allemaal hele creatieve designs. Zoals ook die fantastische boekenstand die we daar hebben staan. Misschien wel even een klein applaus voor Esmeralda, want ze hebben ontzettend veel geweldig werk gedaan. Hier is Esmeralda trouwens. Ja, ja, ze is altijd een beetje verlegen, maar daar. En dat is ook, vind ik ook leuk, om te, ik ben er heel trots op. Forum groeit natuurlijk continu in de breedte. We willen niet alleen een parlementaire, politieke beweging zijn, maar we willen ook maatschappelijk actief zijn. We gaan bijvoorbeeld met scholen aan de slag. Daar is de stand voor de scholen. U kunt daar ook alvast even nog in de bankjes zitten. U kunt praten met Ralf Dekker, met andere mensen, voor concrete plannen voor de scholen. Als u zelf iets wil bijdragen, als u ideeën heeft, dan kunt u daar naartoe. Als u geïnteresseerd bent in FVD International, want dat doen we ook, we zijn bezig om internationaal contacten te maken, dan kunt u daar terecht. Daar staan Bart van der Werf en Stefano. En ik heb ook een Engelstalige documentaire serie gemaakt. Weet jullie misschien wel of niet, maar die kunnen jullie ook een beetje bekijken. En je kunt informatie opdoen wat we allemaal internationaal doen. Als je actief wil worden voor onze partij, kan je je daar aanmelden om vertegenwoordiger te worden. We gaan natuurlijk de Provinciale Staten in. Die campagne begint al in oktober, november, dus dat begint al heel snel. We hebben altijd mensen nodig. Als het niet is voor nu een plaats, dan kan het wel zijn om actief te worden in de campagne, noem het maar op. We hebben ook een vriendenvereniging. Daarvoor kun je je daar informeren en eventueel aanmelden. Daar hebben we een hele mooie stand voor. Er kan geschaakt worden, want net als schaken is ook politiek een denksport. En die beoefenen wij natuurlijk, dus dat ben je van harte welkom. En muziek is er zometeen na afloop van het programma. Daar ga ik nu heel kort iets over zeggen. Want we hebben natuurlijk ook onze guest of honor die jullie echt officieel welkom zal heten. De enige die eigenlijk wij een beetje zien als onze baas hier in de Kamer. En die ook soms wel heel streng is tegen ons. Maar dan zeg ik altijd, nou ja, streng maar rechtvaardig. Maar dat is Vera Bergkamp, die staat hier. Hartelijk applaus voor haar. Dat is heel belangrijk. Dat is ontzettend leuk dat zij hier is. En ik vind het warm dat wij, natuurlijk politiek zijn we het niet altijd eens. Maar dat ze hier is om ons welkom te heten, vind ik fantastisch. Dus ik ga haar zo het woord geven. Maar niet voordat ik heel kort iets heb gezegd wat er zo meteen gaat gebeuren. Jullie hebben allemaal kleuren gekregen. We hebben rood, we hebben groen en we hebben blauw. Dus jullie hebben allemaal een kleur. Die kleuren corresponderen met het programma-onderdeel waar jullie zijn ingedeeld. Dus ik heb hier, jullie hebben allemaal deze folder gekregen als het goed is. Klopt dat? Er zijn drie kleuren en er zijn drie rondes. Dus dat is heel makkelijk. De eerste ronde betekent dat blauw in de Statenpassage is. En dat is hier, maar ook hierboven. Daar is een filmzaal met workshops. Daar geeft Gideon een workshop, geeft Freek een workshop. En je kunt dan met de lift mee naar boven om onze fractiekamers te zien. Dat is de Statenronde. De commissiezalenronde, als u helemaal zich omdraait, ziet u hier achter commissiezalen. Nou, als je die gang inloopt, daar zijn dan drie commissiezalen. En daar doen we workshops. Je kan op je
kaartje kijken of je in groep 1, groep 2 of groep 3 bent ingedeeld. Dat correspondeert met de 3 commissiezalen. Dus dan heb je afhankelijk van het nummer, heb je daar een workshop met Pieter Stuurman bijvoorbeeld over de situatie in Oekraïne. Willem Engel over de virussituatie en hoe is het leven nou in de gevangenis enzovoort. En met dokter Sid Lucassen over de filosofische grondproblemen van onze tijd. Enfin, het wordt gewoon een hele leuke dag. En als je rood bent, ga je de eerste ronde meteen naar de plenaire zaal. En in de plenaire zaal, daar zullen we een plenair debat gaan imiteren. Onder leiding van onze kamervoorzitter van vandaag, onze senator Johan Dessing. Johan, waar ben je? Vanaf nu noemt iedereen jou meneer de voorzitter. Maar, en dat is het bruggetje waar ik naartoe wilde, niet voordat wij de echte voorzitter natuurlijk een heel hartelijk applaus hebben gegeven. Wat we ook maar politiek soms aan meningsverschillen hebben, zij is onze symbool van onze de waardigheid van de Kamer en onze baas een beetje hier in de Kamer. Dus een heel warm applaus. Ik vind het fantastisch dat ze is gekomen. Vera Bergkamp. Dankjewel, Thierry. En het klopt inderdaad, als ik jou bel, dan zeg je altijd, oh, het is mijn baas. Ik moet opnemen. Dus het klopt inderdaad dat wel. Wat mooi om te zien dat jullie hier zijn. Welkom in de Tweede Kamer, leden van Forum voor Democratie. En de Tweede Kamer verliet het Binnenhof om hier tijdelijk te zetelen in B67. Zo noemen we dit gebouw, omdat het staat voor Bezuidenhoutseweg 67. En aan u de eer, want dit is de eerste ledendag in dit tijdelijk onderkomen. Dus daar feliciteer ik u al mee. En ik zie ook dat het echt een volle bak is. En dat is heel mooi om dat weer te zien, want we hebben natuurlijk een tijd dit soort bijeenkomsten niet kunnen organiseren. Dus ik hoop ook dat we weer heel veel ledendagen kunnen organiseren. Vrijdag had ik een bijeenkomst met de FOP. Dat is de Vereniging voor Oud-parlementariërs, dat is niet een bruggetje trouwens naar iets, maar vrijdag vond ik het heel leuk om die mensen toe te spreken. Zo vind ik het ook leuk vanuit mijn rol als Kamervoorzitter om kort iets tegen u te zeggen. Laat ik u wat vertellen over waar u nu bent, de Statenpassage, en iets vertellen over het gebouw. Hier komen alle gasten binnen. Nou, dat zorgde even voor wat vertraging, want we hadden vandaag wel heel veel bezoekers. Volgens mij echt een overtekening van de lijst. Ik kan me voorstellen dat u heel erg blij bent dat u wel een ticket heeft kunnen bemachtigen. Dit zijn de roltrappen die uitkomen op de publieke tribune, waarbij er uitzicht is op de plenaire zaal. En naast die roltrap is misschien ook wel goed om dat ook even aan te geven, hebben we een bijzonder document. Dat is de erelijst van de gevallenen. Na de Tweede Wereldoorlog stelde het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie een lijst samen met 23.000 mensen, verzetstrijders en militairen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. En twee zusters uit onze Lieve Vrouwenabdij te Oosterhout kregen in 1949 de opdracht om al die namen te kalligraferen. Daar hebben ze 10 jaar over gedaan. Dus ze zijn er lang mee bezig geweest en het resultaat ziet u daar. En wat wij doen is met 4 mei, bij de dodenherdenking, dan gaat de Staten-Generaal, ik in de vorm als voorzitter, maar ook mijn collega van de Eerste Kamer, leggen we een krans. En iedere dag wordt door de Kamerbewaarder een pagina omgeslagen. Dus iedere dag, zodat we blijven gedenken. Nou, u heeft misschien gezien bij de entree dat er buiten een opvallend kunstwerk staat. Een raket. Ik weet niet of u dat gezien heeft, anders is het wel leuk om daar nog even naar te kijken. Dat is een kunstwerk. Het is natuurlijk niet een echte raket. Het is ontworpen door de architect van dit gebouw, Dick Appel. En die naam van hem is een beetje verbasterd, want toen Buitenlandse Zaken hier kwam, het is eigenlijk het gebouw, ex-gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, werd dit de Apenrots genoemd. Maar eigenlijk zou het de Aponrots genoemd moeten worden naar de architect. Dus Dick Appel, en hij heeft ook de pier in Scheveningen ontworpen. Dat het geen raket is, dat ziet u. Het is een luchtuitlaat, want daaronder is er een zogenaamde noodzetel. Dat had als doel, op het moment dat er een crisis zou zijn, een aanval, biologische, atomische of chemische wapens, dan kon de regering daar zetelen, onder de grond. Het is heel jammer dat we het niet meer kunnen bezichtigen, het is ook niet meer actief. Ik heb wel foto's ervan gezien, het is wel heel bijzonder, het is zo'n 100 of 750 vierkante meter. Je kon daar 2 weken zetelen met 6 mensen en als het was afgesloten 24 uur.
Dus het is een aandenken een beetje uit de Koude Oorlog. Wat u ook ziet is de klok. Misschien dat u die gezien had. Ik mocht vorig jaar 7 september 2021 dit gebouw openen. En toen hebben we ook gezegd, dit is een tijdelijk onderkomen. En we willen ook dat dat de uitstraling heeft. En u ziet dat wij nu al 277 dagen hier vertoeven. En de planning is nu dat we hier 5,5 jaar in het tijdelijke gebouw zitten. Maar het is wel goed om af en toe te denken, hé, we zitten hier tijdelijk. Want soms merk ik ook dat als mensen hier komen, ja, dat ze ook wel teleurgesteld zijn van, ja, het is niet het Binnenhof. En dat snap ik. Ik denk ook dat de heer Baudet dat gevoel ook had. He, met zijn achtergrond vanuit kunst en geschiedenis. Dit is natuurlijk wel echt een nieuw gebouw. En het Binnenhof is natuurlijk veel meer een uitstraling. En veel meer de parlementaire geschiedenis. Maar tegelijkertijd wordt het niet echter dan hier waar u vandaag bent. Dit is het Huis van de Democratie, van de parlementaire democratie. Hier wordt er gewerkt voor heel Nederland. Dat doen we met 150 parlementariërs in Vrijheid Samen. En u ziet daar ook de commissiesalen, want heel veel debatten vinden ook plaats in die commissies. Ik krijg vaak heel veel mailtjes van mensen die zeggen, goh, waarom zit die plenaire zaal nou zo leeg? Nou, dat komt omdat er heel veel andere activiteiten zijn, waaronder in de commissiedebatten. En het is wel interessant, soms heb ik ook contact met mijn collega's van andere landen. En in België bijvoorbeeld wordt er alleen maar op donderdags plenair gedebatteerd. De rest gebeurt allemaal in de commissiesalen. Nou, wij debatteren natuurlijk veel vaker. Hier worden ook de petities in ontvangst genomen. Burgers die zoiets hebben van, nou, we willen dat de Kamer ergens op let. Dus dit waar u nu bent is eigenlijk een beetje ook het hart van het gebouw. Parlementariërs en gasten en partijen ontvangen hun leden ook graag in dit tehuis. En vooral om een kijkje te nemen in de plenaire zaal. Dus ik ben ook heel blij dat u ook de kans krijgt om in de plenaire zaal een kijkje te nemen. De bankjes en de zetels dus en de tafels, die zijn allemaal verhuisd vanuit het Binnenhof. En daar gaat u denk ik straks ook plaatsnemen. Ik ben benieuwd hoe dat gebeurt met zoveel mensen, maar dat gaat de organisatie denk ik in goede banen leiden. En het is eigenlijk de meest gefotografeerde, selfie-achtige zaal van Nederland, die stoeltjes. Maar dat komt natuurlijk niet vanwege de stoeltjes, dat komt omdat die zetels eigenlijk de parlementaire democratie vertegenwoordigen. De democratische vertegenwoordiging van ons allemaal door de Tweede Kamer. En zelfs wanneer je iedere dag hier werkt, blijft dat heel bijzonder en deel je dat ook heel graag met anderen. Vandaag deelt uw partij dat met u. Dus ik sluit graag af met de woorden, welkom in de Tweede Kamer en een hele fijne dag. Eén keer een applaus voor Vera Bergkamp. Dankjewel dat je er was. En ik ben ontzettend blij dat er zo enthousiast op gereageerd is. En ik wil één ding zeggen, ik hoorde twee mensen iets onaardigs roepen, boe of iets dergelijks. Als ik dat nog één keer zie vandaag, is het meteen eruit. Want wij zijn hier te gast en we gaan op een hele respectvolle manier om met de mensen die hier werken, met de situatie hier. En dat is echt belangrijk. Dan is nu het moment gekomen dat we gaan uitwaaieren door dit gebouw, door de zalen. Ik doe nog één keer heel duidelijk een herhaling van het programma. Want let op, de tijden die handhaven we. Om 12:15 begint de tweede ronde. Begint de lunch tot 1:00. Om 1:00 begint de tweede ronde tot 14:45. En om 14:30 begint de derde ronde tot 15:45. En om 16:00 zijn we weer allemaal hier. Moe van onze reis terug op Ithaca en dan gaan wij een borrel drinken met elkaar. Het wordt een hele mooie dag. Heel veel parlementair succes allemaal. Tot straks. Ik denk om een workshop te geven, want dat werkt niet als er tussendoor mensen weggaan. Iedereen kan nu natuurlijk ook naar de fractiekamers waar een deel van u net geweest is. Of in de Statenpassage naar de kraampjes. Dus hebben we hier een Q&A sessie van gemaakt. Dus het staat iedereen volledig vrij om vragen te stellen. En
Er kan ook wat discussie ontstaan onderling, allemaal heel leuk. Maar mocht u nog niet bij de fractiekamers geweest zijn, voel je vrij om dadelijk gewoon op te staan, naar beneden te gaan en dan aan te sluiten voor de fractiekamers, want dat is zeker heel erg de moeite waard. Deze jongen had al een lange tijd een vraag. Ja. En dan kom ik... Leden van de Staten-Generaal. Ja. Ja, u had het net, voor de mensen die er niet waren, jullie hadden het net over voorbeelden van vervolgingen die eigenlijk konijs beslaan. Nou was van de week geloof ik het nieuws dat voormalig minister van Rechtsbescherming Sander Dekker was aangereden op de fiets. Of van de fiets was afgeduwd, nou, die was dus gewond in het ziekenhuis. Voor de rest heb ik niet zoveel meer van gehoord, maar ik vind het dan wel opmerkelijk dat de dader die hem van zijn fiets zou hebben afgeduwd dan vervolgd wordt voor doodslag. Terwijl die met verwondingen in het ziekenhuis ligt. Okay, ik weet niet hoe erg ze zijn, maar een vervolging voor doodslag. En om dan enkele voorbeelden die u net noemde, bijvoorbeeld van Aquasi of zo, snap je, dat wordt dan zo afgedaan. Hè? Ja. Dus dan heb je het over klasjustitie eigenlijk. Hè? Dat zeg ik nou iets raars. Nou, ik heb deze specifieke zaak niet gevolgd. Ik weet niet precies wat er gebeurd is met een man die Sander Dekker van zijn fiets heeft afgegooid. Oh, het was een mevrouw. Ja, dat zal dan waarschijnlijk een poging tot doodslag zijn. En doodslag is het opzettelijk iemand van zijn leven beroven. En dat is weer, dat onderscheidt zich van dood door schuld. Bij dood door schuld beroof je iemand van zijn leven zonder dat je dat daadwerkelijk wilde. Dat was geen opzet, maar wel altijd een vorm van verwijtbaarheid. Als je totaal niks te verwijten valt, dan ga je vrij uit. Geen straf zonder schuld. Maar als je iets te verwijten valt en iemand gaat dood, dan is het dood door schuld. Als je iemand opzettelijk dood wil maken, dan is er sprake van doodslag. En als daar ook voorbedachte raden bij komt kijken. En dat wordt in de jurisprudentie uitgelegd als er moet sprake zijn geweest van een moment van kalm beraad en rustig overleg voordat je iemand van het leven berooft of daar een poging toe doet, dan is er sprake van moord. Een bekend arrest uit de jurisprudentie, als je op straat in één keer ruzie krijgt en in jouw frustratie en adrenaline wil je iemand doden en je pakt een mes en je brengt hem om het leven, is sprake van doodslag. Als je naar huis gaat om een mes te halen en je komt terug, dan zegt ze, hey, je hebt dat momentje gehad dat je er even rustig over na kon denken en dan is sprake van moord. Maar wat heel interessant is dat vereiste van opzet. Wanneer is er nou sprake van opzet? Daar zijn verschillende gradaties van. En de laagste gradatie is wat ze noemen voorwaardelijk opzet. Vaccinatie dus. Nou, daar kunnen we ook nog heel lang over spreken. Maar van voorwaardelijk opzet is al sprake als je het risico dat een bepaald gevolg zich zou voordoen, als je dat op de koop toe hebt genomen. Dus dan kan er gezegd worden, ja, je wilde het misschien niet, het was niet jouw echte wil. Als je iets echt willens en wetens doet, dat is de hoogste gradatie van opzet. Maar als ergens een risico op is dat je op de koop toeneemt, dan is al sprake van opzet. En daarover is ook een heel interessant arrest, dat wordt het Hoornse taartarrest genoemd. Want iemand stuurde een taart naar een adres, omdat een vergiftigde taart, omdat hij hoopte dat een bepaalde man die daar woonde daarvan zou eten en om het leven zou komen. Maar vervolgens at zijn vrouw daarvan. En toen heeft die man gezegd, ja, maar dat wilde ik helemaal niet. Dus er is geen sprake van moord, maar van doodslag. En toen heeft de Hoge Raad gezegd, nee, maar het risico dat die vrouw ervan zou eten was evident aanwezig. En dat heb je op de koop toegenomen. En daarom kan er soms al in bepaalde situaties redelijk snel sprake zijn van doodslag of moord, waar je denkt van ja, kom op, dat was helemaal niet de bedoeling. Ja. Maar dan is dan heel vaak dat argument van de voorwaardelijke opzet. Nee, ik vind het alsnog best wel opmerkelijk, want dat kwam echt een paar uur nadat dat nieuws in het bericht was gekregen vanuit zo'n fietsgereden, al het nieuws dat dood was. Ik dacht dat politie daar redelijk wat onderzoek aan moest verrichten, hè, voordat ze zo'n conclusie kunnen trekken en helemaal dat het naar de media naar buiten komt. Maar goed, en dan had ik nog een tweede vraag. U had het net over de gemeenteraadsverkiezingen, hè? Daar is echt een record aan opkomst, wat echt gewoon het laagste is in jaren. Mm-hmm. En ik vraag me af,
hoe dat kan. Want onbewust hè, heeft de gemeenteraad steeds afgelopen jaar steeds meer, gemeentelijk bestuur steeds meer te zeggen gekregen. Dan het landelijke bestuur. Hè? Enkele voorbeelden, zorg wordt vaker regionaal geregeld. Dat is een voorbeeld dat sinds een aantal jaar zo is. Hè? Waarom is die opkomst, waarom is die opkomst zo laag? Ja. Ja, dat is naar mijn mening een heel belangrijk kenmerk van dat het vertrouwen in de politiek heel erg is afgenomen. Wij spreken ook heel veel mensen op straat. Soms is het echt heel frustrerend. Mensen zeggen van, oh ja, topper, goed bezig. Ja, maar ik ga niet stemmen hoor, het heeft toch allemaal geen zin. Ja. Dus dat is heel frustrerend natuurlijk. Maar ja, de kartelpartijen, die spelen daar ook op in. Wat je hier in Den Haag bijvoorbeeld zag, waar ik zelf in de gemeenteraad zit, is dat Hart voor Den Haag van Richard de Mos werd al op voorhand door tal van partijen uitgesloten. En dat demotiveert mensen om nog te gaan stemmen. En je zegt, de gemeentes die krijgen er wel meer taken bij. Dit is tweeledig. Enerzijds krijgen gemeenten wel meer taken om uit te voeren, maar tegelijkertijd minder vrijheid om die taken ook uit te voeren zoals zij dat zelf zouden willen. Dat is het onderscheid tussen autonomie en medebewind. Er zijn bepaalde taken van gemeentes waarin gemeentes autonoom zijn. Daar hebben ze volledig beleidsvrijheid. Hoe willen wij dit gaan doen? En een heel groot deel is medebewind. En daar zijn gemeenten eigenlijk een uitvoeringsorganisatie van het landelijk beleid. En op dit moment is van alles wat gemeenten doen, is grofweg 20% gebaseerd op autonomie, dus waar ze zelf de vrijheid hebben. En 80% zijn ze gewoon aan het uitvoeren wat de landelijke overheid wil. Dus dat is altijd wel, soms lijkt het alsof gemeenten veel meer taken krijgen, maar vaak moeten ze gewoon veel meer uitvoeren. Mevrouw? Ja. In de vorige sessie zei je toen van binnen het parlement mag je dus eigenlijk alles zeggen. Ja. En toch worden woorden als tribunaal en Tweede Wereldoorlog door de voorzitter verboden. Ja. Dus hoe kan dat? Dus je mag eigenlijk toch niet echt alles zeggen. Dat is de eerste vraag. Goede vraag. En de tweede vraag is, wat heeft... Houdt je ermee samen of zal ik anders eerst deze vraag even beantwoorden? De parlementaire immuniteit, die ziet erop dat je niet vervolgd kunt worden voor wat je in het parlement zegt. Tegelijkertijd heeft de voorzitter van de Tweede Kamer zogenaamde openbare ordebevoegdheden om de orde te handhaven binnen het debat. En dat is ergens begrijpelijk, want als een debat in één keer zou ontaarden in scheldpartijen of geschreeuw, dan is het vanzelfsprekend dat een voorzitter de orde moet kunnen bewaken en moet kunnen zeggen van, hey, het is genoeg geweest, dit kunt u niet zeggen. Maar de huidige voorzitter, die maakt daar naar mijn mening misbruik van, omdat zij ook uitingen verbiedt op een moment dat de orde helemaal niet verstoord is, als je gewoon rustig met elkaar in debat bent, maar omdat de inhoud van wat je zegt haar niet aanstaat. En dat verhoudt zich niet met de grondwet, want de grondwet bepaalt, er is een reglement van orde. Dat moet zien op de werkwijze, de inrichting en de organisatie van de Tweede Kamer. Maar het is niet zo dat een Kamermeerderheid mag besluiten dat bepaalde meningen verboden zijn. En dat is wel een pad dat we nu aan het bewandelen zijn. Daar heb ik een tijd geleden een debat over gevoerd. Want dat is inderdaad een hele zorgwekkende ontwikkeling. Want de reden van die parlementaire immuniteit, die is terug te vinden in de toelichting bij de grondwet. En daar werd gezegd, ja, in het parlement wordt de regering gecontroleerd en er worden wetten gemaakt. En daarvoor is van het grootst mogelijke belang dat je vrijuit kunt spreken. Dat alle informatie die van belang is, moet je op tafel kunnen gooien. Je moet alle ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. En de normale beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting, zoals die buiten de Kamer gelden, die zijn daarvoor te beperkend. En wat wij nu, de situatie die wij nu ingaan, is dat er bepaalde meningen zijn die buiten de Kamer gewoon verteld mogen worden, omdat ze niet strafbaar zijn, maar binnen de Kamer niet meer. En een voorbeeld is de feitelijke constatering die ik ooit gedaan heb, dat de invoering van een coronatoegangsbewijs ertoe zou leiden dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer groepen personen worden buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Daarvan zegt de voorzitter,
Ja, ik kan me voorstellen dat dit voor mensen thuis kwetsend zou kunnen zijn. En daarom mag u dit niet zeggen. En dan denk ik, ja, de Tweede Kamer moet niet een safe space worden. Ook Kamerleden die zeggen, ja, ik schrik hiervan. En of dan denk ik ook, ja, als je niet tegen bloed kunt, dan ga je niet in een ziekenhuis werken. Als je niet tegen stof kunt, ga je niet in een houtfabriek werken. En als je niet tegen de waarheid kunt, dan moet je niet hier met ons in debat gaan. Ja. U had ook een vraag, dacht ik. Ja, ik weet niet of die relevant is, Gideon, maar we hadden het net over klokkenluiders. Snowden, die ken je? Ja. Waar is Snowden? En de tweede vraag is, er is tegenwoordig een Snowden-telefoon. Die wordt volop gepromoot. Weet jij daar iets van? Jullie weten heel veel. Ja, er is een zogenaamde Snowden-telefoon. Die is geloof ik niet door Snowden zelf ontwikkeld. Maar Snowden heeft een aantal keer via Twitter naar buiten gebracht dat als hij een smartphone zou gebruiken, dan zou hij gebruik maken van dit besturingssysteem en die VPN. En er zijn private ontwikkelaars die naar zijn voorbeeld die telefoon hebben ontwikkeld. Dus, het is wel een goed idee om hem aan te schaffen misschien? Nou ja, ik vind het zelf wat wel lastig is, is het is wel, het is een Google telefoon, maar alles van Google is daar afgehaald. Maar het is altijd, ja, je moet wel de mensen die dat aanbieden uiteindelijk ook kunnen vertrouwen, want hebben zij er niet iets opgezet. Want er wordt ook wel eens, daarom vind ik het moeilijk om hier een hard ja of nee, ik heb vertrouwen persoonlijk wel in die Snowden. Ik denk dat de mensen die erachter zitten goed bezig zijn, maar er zijn ook voorbeelden van dat bepaalde zogenaamd hele privacyvriendelijke telefoons werden aangeboden en dat die juist op de markt waren gebracht door de geheime diensten. Ja. Dus er zijn ook zogenaamde telefoons heel erg veel verspreid in het criminele circuit van dit is de best beveiligde privacy telefoon die er bestaat. Maar die was ontwikkeld door de CIA en die kon daardoor juist iedereen afluisteren. Plus ik denk ja, het blijft toch altijd... Je blijft altijd risico's hebben dat ook zo'n Snowden-telefoon, dat die toch weer op een bepaalde manier gevolgd kan worden. De Israëliërs hebben een programmaatje ontwikkeld, Pegasus, Israël, hè? Ja. Waarmee ja, zelfs zonder dat je ooit op je telefoon een linkje of iets hebt aangeklikt, dat alles meegekeken kan worden. Wow. Dus dat je zelfs denkt, ik gebruik geen WhatsApp meer, maar Signal en Telegram en ik doe dit en dat. Maar ja, als iemand een non-stop toegang heeft tot wat zich op jouw schermpje afspeelt, dan neemt dat toch weer risico's met zich mee. Dus je moet altijd terug naar de post duiven. Ja, dat is. Nou, ik ben wel. Ik denk wel dat uiteindelijk het communiceren via papier of ja, of echt in persoon. En je ziet steeds vaker dat mensen toch hun telefoons of elektrische apparaten even wegdoen als ze vertrouwelijke zaken willen bespreken. Dat is een ijskast. En wat wel interessant is, Pepijn van Houwelingen, die ging laatst op werkbezoek bij de AIVD. En daar zeiden ze ook dat zij ook voor hun vergaderingen altijd hun telefoons weg moeten doen. En je moet ze dan in een pot doen en er zit een apparaatje bij dat een ruis veroorzaakt. Ja. Dus ja, dat is ook wel veelzeggend, waarmee ze zelf ook wel zich er heel goed van bewust zijn dat, dat er altijd meegeluisterd kan worden. Ja. Oh, sorry, er was nog een tweede vraag, daarna kom ik bij u. De FVD is zeg maar de enige partij, voor zover ik weet, die echt behoorlijk wat tegenwind biedt, hè, zeg maar. Maar welke, kun je het concreet noemen, welke resultaten effectief hebben jullie tot nu toe bereikt binnen deze... De huidige ontwikkeling is eigenlijk. Ja. Deze mevrouw die geeft aan, ja, Forum voor Democratie is eigenlijk de enige partij die echt weerstand biedt. Maar wat hebben jullie tot nu toe nou precies bereikt? En dit is een hele goede vraag, want ja, als je puur kijkt naar aangenomen moties, wetsvoorstellen, ja, vechten we steeds tegen wat wij noemen het kartel. Dus onze moties worden eigenlijk structureel verworpen. Wat wij wel heel uitdrukkelijk zeggen is, wij zijn niet louter een politieke partij. Wij zijn een maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Wij willen maatschappelijke verandering. Ik heb laatst ook met iemand die zei, ja, zou niet standaard de grootste partij gewoon de minister-president moeten kunnen leveren? En ja, op het eerste gezicht denk ik, ja, daar valt eigenlijk wel wat voor te zeggen. Want stel dat, of dat nou de PVV is of wij, je wordt de grootste partij. En dat je dan in ieder geval de minister-president mag leveren. Maar
ja, dan zouden de andere, de kartelpartijen alsnog vervolgens kunnen samenklonteren om direct de eerste dag daarna een motie van wantrouwen in te dienen en die te steunen. Wat ook weer een lastig probleem is om echt te tackelen met wet en regelgeving. Dus ja, ik ben hier net in een college dat ik hier beneden gegeven heb wat dieper op ingegaan. Maar ik denk dat de uiteindelijke oplossing om onze democratie weer echt te laten functioneren toch meer liggen in de invoering van referenda en... Ja, opkomstplicht vind ik ook weer een lastige. Dat zit er natuurlijk ook weer heel veel haken en ogen aan. Maar ja, het is wel heel goed om hier met elkaar over na te denken en in discussie over te blijven gaan. Want er zitten zeker goede elementen in die het waard zijn om verder door te denken, meneer. Eén ding wat nog steeds door mijn hoofd komt. Jij bent een enorm goede debater. Ik hoor ook zelfs ook mensen die zeggen, ja, fantastisch. Maar toevallig van de week dat debat in de Kamer heb je teruggezien op video, waar je het net ook al vond, dat Jesse Klaver ook even zijn boekje doen en voorkomt. En je weet eigenlijk wat hij wil, hè? Want je weet dat hij jou uit je verhaal wil halen, zeg maar, je dat net al over. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook ziet. En toch zijn dat dan de dingen die van in de debat van 45 minuten of zo, die er dan uitgehaald worden. En die mensen die niet. Die politiek wat minder volgt en naar het nieuws wil kijken, dan zien ze net dat stukje natuurlijk. Ik zat te denken van, ja, denk ik soms is het nou jammer dat je dan daarop ingaat. Het zou je zo'n truc, zeg maar, die wordt vaker toegepast, zou er niet een manier voor zijn om die te negeren, zeg maar. Dus dat je je niet verdedigt, dit staat hier volgens het recht, zeg maar, het ging natuurlijk ook geloof ik over journalisme en zo. Maar is het dan niet sterker om bijvoorbeeld inderdaad bij je verhaal te blijven en dat niet meer te benoemen? Ook als ze dadelijk weer met het woord holocaust komen of zo. Mm-hmm. Neem ik zo'n water of zo. Ja, je voelt je natuurlijk aangesproken. En je argumenten zijn ook helemaal terecht, zeg maar. En die komen bij die mensen toch niet over. Bij mij wel. Ja, maar bij de mensen die waar het uit om gaat. Ja. Nee, maar het is heel goed dat u dit zegt, want ik ben er zelf ook constant over na aan het denken. Kijk, wij hebben nooit een debattraining gehad, omdat wij willen juist niet. Ik heb wel eens, toen wij net met een nieuwe fractie kwamen, heb ik wel eens voorgesteld hoor. Van ja, we hebben nu veel nieuwe Kamerleden, moeten we niet debattraining of zo gaan organiseren of mediatraining. En Baudet die zegt eigenlijk, ik vertrouw gewoon op wat jullie vinden en ik wil niet dat jullie allemaal van die robots worden die iedere vraag gaan beantwoorden zoals een voorlichter je dat heeft ingefluisterd. Maar tegelijkertijd ben ik wel veel aan het nadenken over dit soort vragen. En zoals ik net zei bij na dat debat over Van Dissel, als ik terugzag dacht ik van ja shit, ben ik toch eigenlijk in de valkuil getrapt dat het een kwartier lang ging over corruptie terwijl ik gewoon terug had moeten gaan na mijn verhaal. Nou, dus je zeker wel weet dat het hun doel is om dit te veroorzaken. Dat ja. Het gewoon volgens mij veel sterker is om gewoon te negeren als vraag. Veel erger, zeker in deze Kamer. Ja. Ik vind het een beetje dubbel. Soms kan dat ook overkomen als een zwaktebod. Als je er helemaal niet op ingaat. Als je zegt, ja, ik ga hier niet op reageren. Dan denken ze, oh, hij heeft geen antwoord. Maar wat ik denk dat een goede methode is, om even in één of twee zinnen zijn beschuldiging te ontkrachten. En dan direct terug te gaan naar je verhaal. Om wel weer het te hebben over wat ik wilde. Maar ja, dat is vaak achteraf gezien toch wat makkelijker gezegd. Maar, en aan de andere kant is het ook wel weer goed, denk ik, dat je het een tijd lang hebt herhaald. Want het is wel waar ze de focus op leggen bij je. Dat je beschuldigd van corruptie en de Tweede Wereldoorlog en al die dingen. Je bleef herhalen en ook geweldbeschuldigingen. Dat je dat niet deed. Dat je dat niet deed. En dat moet ook het volk horen. Ja. Omdat dat ook gewoon werkt als een impregnatie. Dat is zo belangrijk. Dus tuurlijk, het is ergens wat je bedoelt, maar het is ergens vond ik het ook heel goed. En je deed het ook in alle kalmte, in alle rust. Je straalde daarmee ook uit wat je wilde zeggen, waar je voor stond. Soms is het ook wel goed extra inderdaad. Want ik dacht van, dan ontstaat er daarna zo'n debat over de vraag van, ja, is Van Dissel nou wel of niet corrupt? Ja, dan gaan mensen daar toch over nadenken. Ja, en nou zit het gewoon. Of bij zo'n vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Het is even iets waar ze van schrikken. Maar ja, het zet toch ook wel weer aan tot nadenken.
Dus dat, ik denk dat onze tegenstanders ook op die manier wel eens denken van ja, moeten we ze nu wel of niet gaan interrumperen of zoiets. Want zij weten ook dat je daarmee weer ook meer aandacht juist ergens voor kunt krijgen. Dus dat blijft denk ik toch constant een bepaald, ja, wat is nou het meest effectief voor heel veel valt wat te zeggen. En daarom denk ik, als ik nu hardop nadenk onderaan de streep, maar het is heel goed om je altijd met elkaar kritisch op te blijven. We kunnen ook altijd mailen. Ik vind het altijd heel leuk om te horen dat ik goed bezig ben, maar eigenlijk nog veel fijner om dingen te horen die ik veel beter kan doen. Om natuurlijk onszelf altijd te blijven ontwikkelen en nog beter met dit soort trucjes om te kunnen gaan. Ik denk dat we nog, want we gaan zo weer naar het volgende onderdeel, nog twee vragen kunnen beantwoorden. Ik zag die vrouw al heel lang en dan zou ik daarna die meneer nog het woord willen geven. En ik ben dadelijk bij de borrel nog heel lang aanwezig, dus u kunt mij dadelijk ook nog vragen stellen. Mevrouw? Hoe houd je persoonlijk vol de druk van de media, het werk wat je doet? Zie je een heel krachtige rol, beter en denk, wauw, ik zou het niet kunnen. Sterke drijfveer. Nou ja, het is inderdaad wel een sterke drijfveer. Ik bedoel, we voelen allemaal hoe urgent het is. En wat dat betreft kan ik het ook met wel veel passie en toewijding doen. En ja, dat geeft me ook wel een bepaalde motivatie. Je weet hoe hard het nodig is. Plus wat ik zeker niet onbenoemd wil laten is dat ik ongelooflijk veel steun en energie haal uit dit soort bijeenkomsten. En soms denk je ook in de Kamer, tijdens een debat, als dan iemand naar voren komt en zegt van ja, voorzitter, dit kan echt niet en ik denk dat ik namens de hele Kamer spreek en je ziet Hanneke van der Werf en mevrouw Bikker, ja inderdaad, dit kan echt niet, dat ik ook denk van oeh, is dat nou heel erg en zo, en dan daarna dan loop ik soms en denk van oeh, volgens mij was dit niet goed, en dan merk je hoeveel steun je van anderen krijgt, dus dat geeft me ook weer heel veel energie. En ik heb ook wel eens af en toe, ja, een klein motivatiedipje hoor, dat je denkt van wat heeft het nou nog allemaal voor zin, maar ja, als je dan weer in het land bent en je hoort van mensen dat het ze steun geeft en dat je ziet dat de groepen groter worden, plus nog heel even kort, was net iemand vraagt van ja, wat bereiken jullie nu uiteindelijk? Hoewel wij krijgen nooit de credits voor dingen die wij bereiken, maar we zien toch wel dat we hier in de Kamer dingen aan het verschuiven zijn. Kijk, wij waren de eerste politieke partij die keihard de pijlen heeft gericht op bijvoorbeeld biomassa en gezegd heeft dat we beter kunnen inzetten op kernenergie. Moties van ons om biomassa af te schaffen zullen het nooit halen. Maar als ze dan zien dat op een gegeven moment de publieke opinie zo wordt dat die kritiek steeds groter wordt, ja, dan prima als die motie door iemand anders wordt ingediend, als die uiteindelijk toch aangenomen wordt. En ja, dat zie je ook op het gebied van het coronabeleid. Kijk, de wetsvoorstellen om die coronatoegangspas ook op het werk en ook in het onderwijs en de 2G-wet, die lagen allemaal op de plank. En toch neemt die weerstand in de samenleving toe, dus ze kijken toch hoe ver ze kunnen gaan. En vervolgens zie je dan toch dat ze denken van ja, als we dit nu gaan doen, dan slaat echt de vlam in de pan, dus laten we dat maar niet doen. CDA, en dan gaat het door, dan kijken we ook. Ja, en ook over bijvoorbeeld die oversterfte, waarvan wij constant de vraag gesteld hebben van ja, waar word je nou door veroorzaakt? We hebben dat hier 2 maanden lang iedere week in een debat benoemd. En van hoe zit dat nou met die oversterfte? En we werden altijd voor gek verklaard. En dan op een gegeven moment merken dat dat toch wel een ding begint te worden waar je eigenlijk niet meer omheen kunt. En dan is het Omtzigt die een motie indient om de oversterfte te onderzoeken. Nou ja, prima. Laat hem het dan maar doen. En in alle media over oversterfte is het dan altijd van ja, de heer Omtzigt heeft een motie ingediend om dat te onderzoeken. Wij krijgen niet de credits, maar ik denk wel dat wij een belangrijke bijdrage leveren aan het sentiment. En ja. Laatste vraag. Ja, ik kijk jullie paar heel van terug ook naar weer. Waar ik mij echt aan irriteer en stoor van al die kamerleden is dat gebruik van een mobieltje. Mm-hmm. Ja. En daar wordt ook misbruik van gemaakt. Ze hebben een slim trucje. Bijvoorbeeld, jij gaat interroperen. Je staat achter voor het microfoon dat de aanslag bij P66, zodra je een inbreng brengt, gaat hij met een mobieltje. Gaat hij grijnzen, kop neerschuren. Dat is bewust, daar is psychologie achter. Om de kijker te beïnvloeden, ja, doordat je op de achtergrond... Er staat altijd achter, staat een telefoon, die jij daar staat. Ja, die gaat altijd eentje schudden. Zo, en dan gaan ze niet weg en de kop schudden en lachen. En dit is echt bewust. Dit is een mobieltje, waar zijn die voor nodig?
Ja, dat is uiteindelijk ook weer, moet je dat nou gaan verbieden of moet je uiteindelijk het oordeel aan de kiezer laten om te stemmen op partijen die dat wel of niet doen? Ik denk inderdaad dat er wel psychologische trucjes achter zitten. Je ziet het ook vaak in praatprogramma's, hè, bij een discussie of Zwarte Piet wel of niet racistisch is, dan zorgen ze bij de Wereldraad door dat het hele publiek vindt van wel. Zodat mensen thuis ook denken, als ze dan de volgende dag op hun werk bij de koffieautomaat staan, iemand zegt van ja, vind jij Zwarte Piet racistisch? Dat ze dan denken van, oh ja, dat is een beetje wat iedereen vindt. Ik heb één keer geluk gehad met iemand op de achtergrond, dat was Fleur Agema, die een filmpje wat leuker heeft gemaakt. Maar ja, het is wel goed om over na te denken. Iemand heeft echt goed misbruikt, die vrouw niet de linkste. Dus andere microfoon pakken, andere camera. Ja, dat is ook een goed idee om eens te kijken van bij welke interruptiemicrofoon zit nou wie op de achtergrond, want er hangen meerdere camera's natuurlijk. Ja, en daar die je ziet als achtergrond. Ja, ja. Van harte welkom meneer, maar we moeten helaas, ik had net gezegd de allerlaatste vraag, maar misschien heeft u nog één hele brandende vraag. Is de grondwet voldoende om de vrijheid van de Nederlandse bevolking waarborgen? Dat zou zo moeten zijn, maar we hebben helaas wel moeten constateren de afgelopen jaren dat de grondwet niet de juiste waarborgen biedt. Ja, yes, dankjewel. Dat was de laatste vraag die ik ging beantwoorden. Dus nee, het hebben van een grondwet zelf biedt absoluut niet voldoende waarborgen om ook die vrijheden te garanderen. Je ziet hoe makkelijk eigenlijk de grondwet opzij geschoven wordt. En dat de regering ook eigenlijk niet aan het nadenken is over verhoudt zich dit wel goed tot de grondwet of is het wel rechtmatig wat we doen, maar aan het bezig zijn met de vraag, komen we ermee weg? Kunnen wij dit maken? En ja, ze zeggen wel eens wie slaapt in een democratie wordt wakker in een dictatuur. Ja. En het enkele hebben van een grondwet is absoluut niet voldoende. Je moet ook echt zorgen dat, dat mensen zich eraan houden. En dat is helaas niet altijd het geval. Heel vaak niet. Echt. We gaan wisselen in ieder geval. Heel erg bedankt. Ik had een vraag, hoe kijkt men hier internationaal tegenaan? Zijn er in andere landen ook allerlei bewegingen, mensen zoals jij, die hier ook keihard tegen geknokken? Ja, er zijn in andere landen is precies hetzelfde gegaan als in Nederland. Dit protocol wat we over ons heen krijgen, want ik heb het net over de NCTV gehad. De NCTV is ook een doorgeefluik. Hè? Dus de grotere gremia die hierachter zitten, is Verenigde Naties, Verenigde Staten, Europese Unie en de Wereldbank. Dat zijn de besturende krachten erachter. En ook de tegenkrachten, die zijn steeds beter georganiseerd. Veel mensen kennen Rainer Vondig, denk ik, van de corona-afschuts uit Duitsland. Maar ook daar heb je heel veel groepen die zich verenigen. Je hebt de groep rond Kennedy, de Children's Health Defense Force, Doctors for COVID Ethics, de World Freedom Alliance, de World Health Alliance. Noem maar op. Er is heel veel verzet en dat is ook een belangrijk punt, dat we met 10.000, misschien wel miljoenen mensen zijn die het allemaal doorhebben. En het is niet toevallig dat al deze maatregelen gaan over isolatie. Het gaat over jou het gevoel geven dat verzet nutteloos is. En dat je alleen bent en dat je het maar beter kan opgeven. En niets is minder waar. Als ik daar mag inhaken. Ik heb in het begin op de coronacrisis vrij veel op de site van RIVM gekeken. En op de site van RIVM is een speciaal onderdeel van de unit gedragsbeïnvloeding. En dat is waanzinnig interessant, dus ze schrijven gewoon openlijk waar ze mee bezig zijn. Ja. en wat wel werkt en wat niet werkt, en wat ze nu weer gaan proberen, daar hebben ze ook keurig gepubliceerd. Heel bijzonder. Ja, ja, en dat is een line of defense die wij hebben. Waarom kunnen we nog steeds rechtszaken voeren? Waarom kunnen we nog steeds hulpverzoeken doen?
Waarom kan Forum nog steeds vragen stellen? Ook al wordt het moeilijk gemaakt, het kan nog steeds. En het gaat allemaal over dat het regime maar een heel klein groepje mensen is die dit doet. De rest zijn useful idiots. En de useful idiots die moeten wel genoeg betaald krijgen en die moeten het gevoel krijgen dat ze iets goed doen. En wat daarvoor nodig is, is dat wij allemaal volgens de regeltjes blijven opereren. Dus het whitewashing van de corruptie zou je kunnen zeggen. Dus het EVM, daar werken over het algemeen nietsvermoedende, goedbedoelende wetenschappers. Dat zijn geen slechte mensen. Die voeren gewoon uit en die zijn regelmatig ook heel gefrustreerd waarom hun bevindingen worden genegeerd door de ministers bijvoorbeeld. Ja, ik had een vraag aan misschien die meekrijgen, vooral van de verschillende plekken, dat het vooral gewoon gaat terugkijken op corona, naar uw leven en de lessen die daar achteraf misschien uit getrokken worden, van ja, maar zo was het dus niet, dus eigenlijk klopt dit niet en klopt dat niet wat er toen allemaal verteld was. Maar nu hebben we het komende virus, het apenpokkenvirus. En het probleem waar ik dan vooral erg mee zit, is tijdens de hele coronapandemie, hadden ze het geval over dat ja, de PCR-test werkt alleen daarvoor. Nu blijkt dus ook dat diezelfde PCR-test werkt voor het apenpokkenvirus. Dus hoe kan er eigenlijk met alles wat we weten van de hele corona-aanpak en hoe we daar tegenin zijn gegaan en ook met de woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat eigenlijk de driekwart van de useful idiots meekrijgen dat het hele apenpokken en PCR eigenlijk dezelfde lijn is, alleen het beestje noemen ze anders. Ja, ik hoor daar vier vragen in. Maar met de eerste beginnen. We kunnen die mensen die misschien doorhebben dat dit klopt, maar nog niet durven iets anders te doen, die kunnen we alleen aan onze kant krijgen als we een alternatief bieden. Die zijn niet over te halen met feiten, want die zijn bang. Als je bang bent, dan kan je overtuigd worden, dan moet je gerustgesteld worden. En dat geruststellen kan alleen door te zien, hé, daar is een hele grote groep mensen die vriendelijk is, die waar we welkom zijn en die in vrede en vrijheid leven. Een tweede, de PCR-test bestaat. PCR, dus Polymerase Chain Reaction, is een amplificatietechniek voor DNA. En met allerlei toepassingen kan je daar test-essays voor maken. En dat is gedaan voor COVID-19 en dat is gedaan voor de apenpokken. Dat zijn twee verschillende virussen. Dan kom ik op het derde punt. Het is heel juist om aan te kaarten dat het gaat over het informatiesysteem erachter. Het gaat over het harvesten van onze genetische informatie. Het gaat over door de hoepel springen en gehoorzaamheid afdwingen door zo'n test. Want je moet hem diep in je neus doen. Het heeft een psychologisch aspect. Het gaat over onderwerping. En door dat psychologische aspect en dat infrastructuuraspect in oogschouw te nemen, snap je waar je tegen strijdt. Neem niet weg dat we nog steeds elke test die weer op de markt komt, moeten debunken, maar het wordt steeds makkelijker. Want alles wat we hebben onderzocht aan die PCR-test voor de COVID-19 is nog steeds geen van de apenpokken. Apenpokken is helemaal geen lijst A-zieken, dat weet iedereen, dat is een totaal onzin. Dus persoonlijk denk ik dat de apenpokken er alleen maar is omdat die Oekraïne-oorlog maar 3 maanden geldig was. En dan moeten ze nog de rest van de zomer door. Dan krijgen we juli, augustus nog een beetje climate change. En dan gaan we in september weer verder met COVID-21. Ja, daar gaat het mijn vraag ook over. Nee, alleen dat als die hele ellende weer opnieuw gaat beginnen, daar word ik nu alweer moedeloos van. Ja, leef en geniet zou ik zeggen. Ik leef in een wereld met mensen zoals jullie, die het allemaal zien, die het lezen. En ik leef in een wereld met zombies. Dan denk ik, zien jullie het nou niet? Nou, het gaat er niet over dat ze het niet zien, het gaat erover dat ze het niet kunnen zien omdat ze te bang zijn. Dat heet cognitieve dissonantie. En mensen die wat in de psychiatrie of psychologie hebben gedaan, die herkennen dat. Het overtuigen is helemaal niet mogelijk. Het gaat over veiligheid creëren, dus kaders aangeven. Een kind dat overstuur is, die knuffel je, die baken je in om hem weer tot rust te krijgen. En als je niet bij machten bent dat te doen bij de mensen in je omgeving, sommige mensen reageren daar namelijk erg agressief op, dan kan je alleen maar andere kaders stellen. Namelijk, als jij op deze manier met mij omgaat, dan verbreek ik nu de omgang. En dat zijn soms lastige dingen om te doen, om dat soort kaders te stellen.
Het is een beetje vergelijkbaar met de ouders van een junk. Die wil heel graag dat kind helpen, maar die kan zichzelf niet helpen. Er moet een punt komen waarop er in ieder geval een bereidheid is om naar zichzelf te kijken en te zeggen, ik kan niet verder helpen. En tot dat punt kan je niks voor ze doen. Hoe machteloos het je ook maakt. We kunnen alleen maar bouwen aan het alternatief en zorgen dat we een hele mooie vrije maatschappij naast deze dwangmatige dystopische maatschappij creëren en blijven uitnodigen, het gesprek aan blijven gaan voor zover de ander daartoe bereid en in staat is. Nou, dat vind ik dus moeilijk, want ik heb eerlijk gezegd ik heb eigenlijk niemand meer over naar deze wereld. Mijn familie praat niet meer tegen me, mijn vriendinnen praten niet meer tegen me, mijn half gezinnen gaat uit elkaar. Ja. Ik ben een wappie, ik ben een complotdenker, dan word ik als ik al zeg zo. Snap je? Ja, maar... Dus ik hoef mensen niet even meer uit mijn leven te verwijderen, want ze gaan zelf wel. Ja. Dat maakt ook een stuk praktischer. Maar focussen, en dat is een hele belangrijke. Het gevoel dat de andere kant ons wil geven, is dat het verzet zinloos is. Ja. Dus ik weet dat mensen Star Trek kennen, daar heb je een tegenstander van de Federation, het heet de Borg. En de Borg is een mooi voorbeeld van wat wij nu meemaken, want die wordt al aangestuurd door artificial intelligence. Dat is nu ook zo bij ons. Onze tegenstander wordt al aangestuurd door artificial intelligence. En wat zegt de Borg? Resistance is futile. Maar elke keer wint de Federatie natuurlijk, dat is altijd in zo'n televisieseries, maar het geeft aan dat degene die dit soort tekst bezigt, bang is voor het verzet. Het enige wat wij hoeven doen is te leven, te blijven staan. En dit soort desinformatie te gebruiken om alsmaar dat verhaal lek te schieten. Elke dag weer. Maar ik vind het verzet eigenlijk ook best wel eng. Ik heb namelijk mijn hele leven al een... Ik heb angst voor uniformen. Als ik al een uniform zie, dan ben ik al... Ik heb de afgelopen anderhalf jaar met tijdens de demonstratie en de politie dingen zien doen waar ik gewoon van moet kotsen. Ja. Waar ik gewoon echt van moet... Ik heb zelfs klappen gehad bij het Museumplein. Ik kom gekomen op, stond achter de veteranen. Ze hebben een doorgang voor ons gemaakt en we liepen die kant op. En er stonden ze alleen met stok op ons te wachten. En ik deed niks. Ja, dus je hebt je inauguratie gehad in de echte werkelijkheid. Namelijk dat er geen beschermende, goedwillende staat is. En het tweede is, rechtvaardigheid is een ideaal, is niet een gegeven. Nee, dus als je wil strijden voor rechtvaardigheid, dan zal je ten eerste moeten opkomen voor jezelf. En het lukt niet om die politieagent in elkaar te slaan, dan verdwijn je in de gevangenis. Wat de enige weg is je niet laten intimideren, je blijven uitspreken en elke keer dat er onrecht gebeurt, hoe klein dan ook, aangifte doen, brieven sturen. Want op het moment dat totalitarisme niet meer wordt tegengesproken, gaat het heel hard. Dan verliezen we. Zolang wij ons kunnen uitspreken, heeft de tegenstander niet gewonnen. En de tijd, en dat is iets wat eigenlijk niet goed wordt begrepen, tijd staat aan onze kant. Klaus Schwab heeft het regelmatig over de narrow window of opportunity. Hij heeft het over zichzelf. Hij heeft het over de coup, die maar in een hele kleine periode de ideologische, de financiële en de geopolitieke belangen op één lijn heeft gekregen. Waarschijnlijk is het al mislukt, omdat je ziet dat China en Rusland ook een totalitaire surveillance staat willen, maar wel een Russische of een Chinese en niet een globalistische. Dus voor ons is het bijna de rit uitzitten en blijven staan. Daarmee winnen we al. Maar stel dat je verzet groeit, dat we succes krijgen, stel dat het gebeurt. Denk je dat die in staat zijn dan ebola te verspreiden? Om het allemaal gewoon echt dan, zeg maar. Ze zijn in staat om angst te verspreiden. Ja. Ze zijn niet in staat om een biologisch wapen echt effectief te maken. Dat is waanzin. Dat zullen ze niet doen. Mensen worden opgedeeld. Dat vind ik wel een biologisch wapen, die prikjes. Maar kijk, dit virus komt uit een lab. De apen komt uit een lab. Dat is allemaal bewezen. Dit is bijzonder onwaarschijnlijk om te zeggen dat er zo'n doos is. Toch zijn er niet massaal mensen doodgegaan. Dus kennelijk zijn ze een stuk minder behendig in het gain of function. Of snappen ze een stuk minder over wat virussen eigenlijk zijn. Want virussen zijn geen parasitaire levensvorm. Het is gewoon een onderdeel van ons immuunsysteem.
Ja, ik had... Nee, maakt niet uit. Ik heb één puntje. Ik zit in een klein groepje van gelijkgestemden. En ik kom veel mensen tegen die helemaal alleen staan. Maar met gelijkgestemden onder elkaar. Dat levert zoveel op dat je eigenlijk een nieuw leven kunt beginnen. En wat ik wilde toevoegen over Rusland en China. Je mag niks pro-Russisch zeggen tegenwoordig. Maar ik zie de Oekraïne-oorlog als een oorlog van... gestart door Amerika, 30 jaar Amerikaanse agressie tegen Rusland, en dat Rusland nu eindelijk terugslaat. En in feite terugslaat tegen de New World Order, die bij ons binnen gefietst, heeft men geprobeerd binnen te fietsen via corona. Ja. Misschien ga ik veel te ver. Nou, ik wil ervoor waken dat we niet zwart-wit maken. Trump is geen redder, Poetin is geen redder, Trump is een blaaskaak, die goede dingen heeft gedaan, maar nog steeds een blaaskaart is. Poetin heeft misschien een stok in de spaken gegooid, maar hij is wel een dictator. Dus verwacht niet dat er andere redders zijn dan jijzelf. Wij zullen onszelf moeten redden in de partisanenstrijd. Hè. Joegoslavië is nooit achter het ijzeren gordijn beland. Waarom niet? Want ze waren ook communistisch. Maar het kwam erom omdat ze zichzelf hebben ontzet. En dat de Sovjet-troepen daar niks te zoeken hadden. Dus en dan kunnen we nog een heel verhaal hebben over de geopolitieke belangen en hoe dat op dat niveau zit. Maar het belangrijkste is de valkuil van het zwart-wit denken, of het defaitistisch denken van het is alles of niets, we moeten nu, anders is het te laat. Dat zijn de gedachten van de psychologische oorlogsvoering die de andere kant ons wil laten geloven. Het idee van de oppermachtige vijand. Daar doen ze alles aan. Dat Rutte zegt in het parlement van ja, als jullie me niet geloven, dan ga ik wel wat anders doen. Mm-hmm. Wetende dat hij helemaal nooit weggestuurd kan worden. Dit is niet een onhandigheidje, dit is een opzichtige provocatie om te laten zien dat hij oppermachtig is. Hij doet dit regelmatig. Ook bij het demissionair worden, dat hij eventjes tussen neus en lippen door vertelde van ja, maar eigenlijk zijn we veel machtiger, nu kunnen we ons helemaal niet meer wegsturen. Dit zijn geen versprekingen. Dit valt binnen die psychologische oorlogsvoering om je het gevoel te geven, Jezus, ze komen gewoon overal mee weg. Tot ze niet meer wegkomen. Dat is de realiteit. Willem, allereerst bedankt voor je toonloze inzet en dit verhaal. Ik heb een vraag. Het gaat over vaccinatie. Je hebt uitgelegd dat die mRNA-vaccinatie, hoe die werkelijk in elkaar zitten, dat gevaarlijk is. Maar hoe kijk jij dan naar vaccinaties in het algemeen? Omdat, ja, het is dezelfde farmaceutische industrie. Dezelfde miljardenclaims die we in de loop van de jaren voorbij hebben zien komen. Kun je vaccinatie überhaupt nog wel vertrouwen, zeg maar? Er zitten ook weer een paar vragen in. De techniek vaccineren, geloof ik daarin? Geloof ik dat het kan werken? Ja. Maar, net als een timmerman die een klusje komt doen, die heeft niet alleen maar een hamer. En zo wordt er nu met vaccinaties omgegaan. Dat zie je ook in de Global Risk Assessment van de World Economic Forum of van andere gremia, die vaccins als een soort summum zien om alle gezondheidsproblemen op te lossen. Dus het is heel gevaarlijk om daarin mee te gaan. Vaccins zijn voor een niche-markt, voor een hele kleine toepassing, voor een heel klein toepassingsgebied nuttig. Vaccins tegen virussen geloof ik überhaupt niet. Virussen zijn geen primair parasitair levensvorm. Dus alle vaccinaties tegen virussen wantrouw ik. Alle vaccinaties, zeker met injectie tegen luchtweginfecties, zullen niet werken. Dan kom je bij vaccinaties tegen bacteriën of schimmels of parasieten. Dan denk ik, ja, daarvan weten we dat het levensvormen zijn die parasitair kunnen zijn. Daar zouden ze voor kunnen werken. Zolang je alle checks en balances doet en er helemaal doorheen loopt en heel goed kijkt als een goed timmerman van oké, voor dat gaatje heb ik deze boor nodig en voor dat plankje heb ik deze hamer nodig, dan denk ik dat het nuttig is om vaccins, maar ook om gentherapie in de gereedschapskist te plaatsen, omdat we het kunnen toepassen. Maar het gaat dus niet over de techniek aan zich, het gaat over
de toepassing en de morele vraag, de wenselijkheid. Wat willen we oplossen en hoeveel mag het kosten? Dat is ook bijvoorbeeld bij de cytostatica, als je kanker behandelt, daar is het altijd een afweging. De meeste cytostatica is zelf kankerverwekkend. Dus wanneer zet je het in? Als iemand zeker weet dat doodgaat zonder behandeling, dan kan je die afweging maken. Maar je kan het niet preventief aan iedereen geven. En dan kom je op dat verdienmodel. De farmaceutische industrie is niet goed. Is het dan slecht? Nee, het is amoreel. Maar er zitten wel mensen met hebzucht in dit soort machines, geldmaakmachines, die bedrijven zijn. En die hebben uitgevonden dat als ze groot genoeg zijn, ze parlementen kunnen opkopen. En dat is gebeurd. En dat is al 20, 30 jaar geleden gebeurd. Dus ons hele gezondheidssysteem, dat het zo veranderd is met die grote corporaties en zorginstellingen, is daar een uitwas van. Dus die farmaceutische industrie die is met alles, niet alleen met vaccinaties, maar met alle behandelingen zijn ze al crimineel bezig. En regelmatig worden ze veroordeeld. Ze blijven er toch mee doorgaan. Dus de bottom line is, het loont om de wet te breken. Zolang wij geen principiële bestuurders hebben die de farmaceutische industrie durft op te breken, zullen wij een heel groot probleem hebben van producenten van nepmedicijnen. De medicijnen werken voor één ding, winst maken. Ja. Dus ik zou het veel verder willen doortrekken. Ik wantrouw niet alleen vaccins. Elk geneesmiddel dat nog gepatenteerd is, moet sterk worden gewantrouwd. Pas als het uit de patenten komt en het dus in een echt vrije marktcircuit komt, dan pas kan er een afweging gemaakt worden van werkzaamheid, bijwerkingen en kosten. En tot die tijd moeten we het eigenlijk beschouwen als experimenteel middel. Dus daar ben ik een groot voorstander van. Sowieso de farmaceutische industrie opknippen en alle middelen experimenteel houden, dus in speciale surveillance plaatsen. Nederland glans willen geven en de leefbaarheid weer willen teruggeven. Ik hoop dat al deze sessies die we vandaag hebben jullie inspireren om zelf actief te worden, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Thierry en de rest van de fractie in de Kamer en ik voornamelijk in de rechtszaal proberen jullie munitie te geven. En daar ging mijn sessie ook over vandaag. Die munitie, wij kunnen blijven schieten en we zullen blijven schieten. Maar soms voelt het een beetje als Don Quixote. Alleen als wij allemaal datgene gaan doen, door constant met feiten als wapens de macht uitdagen, totdat ze geen antwoord meer heeft en gaat overreageren. Want daar gaat uiteindelijk de strijd over. Wij moeten laten zien dat de andere kant niet aantrekkelijk is en dat wij woest aantrekkelijk zijn. Zodat uiteindelijk niet hier 500 mensen staan, maar 17,5 miljoen. Dank u wel. Dank u wel, Willem. En wat ook zo leuk is, we hebben ook jonge schrijvers die wij proberen te helpen en te stimuleren. Mensen die een visie hebben, die het kunnen uitwerken en die via onze partij een publiek kunnen bereiken. Die hun ideeën kunnen vertalen. En één daarvan is Sid Lucassen. Ik ben heel trots dat we zijn boek hier vandaag ook te koop kunnen aanbieden. Dit is net uit. Het is 520 pagina's schoon aan de haak. Wees afgrondelijk. Sid is hier. Sid, kom even een paar woorden zeggen over jouw bijzonder interessant en ook zeer goed ontvangen filosofische standaardwerk. Thierry, wat een grote eer dat we dit prachtige boek hier mogen presenteren. Ja, als je de echte diepte wil in dat boek, ja, ik kan je een paar tips geven. Ik heb een interview gedaan met Paul Cliteur bij Café Weltschmerz. Het staat niet op YouTube, maar wel op de site van Café Weltschmerz. En recentelijk een met Jelle van Baardenwijk bij De Nieuwe Wereld. Die kun je wel kijken op YouTube. Nou, allebei interviews zijn zeer de moeite waard. Ik ben gisteren toevallig bij Ongehoord Nederland samen met Jernas in gesprek geweest. Ook over weesafgrondelijk. Ja, het beste boek wat ik ooit geschreven heb. Ik durf wel te zeggen, het belangrijkste boek. Alles wat Thierry zegt. Niet wachten op de overheid. Laat je niet saboteren door de linkse kerk. Maar schep zelf. Begin zelf. En waar er geen weg is, maak je er zelf maar één. En ik wil Thierry heel hartelijk danken ook voor het editen wat hij heeft gedaan. Want hij heeft het echt heel goed gedaan. Ik zei ook Thierry,
eigenlijk is het jammer dat de politiek in bent gegaan, want er is een groot editor aan verloren gegaan. Dankjewel, dat is Hiertepop. Wees afkomstig. Zit, jij gaat even bij het standje staan. Mensen kunnen een handtekening krijgen. Foto met de auteur. Juist gekozen Kamerleden na de fantastische overwinning van Forum voor Democratie. En wat een eer dat ik u na de inauguratie van vorige week hier bij het eerste inhoudelijke debat welkom mag heten. En we gaan er natuurlijk een fantastisch inhoudelijk debat van maken, want de zaken zijn volledig omgekeerd zoals u zich kunt voorstellen. Maar voordat we dat gaan doen, is het denk ik even goed voor u allemaal als nieuwe Kamerleden om toch even de mores, zoals die hier in dit huis worden gebezigd, om die toch even aan u kenbaar te maken. Dus ik begin even met een aantal huishoudelijke mededelingen. De eerste is op verzoek van de bewoners die hier zijn. En dat is een hele serieuze. We zitten hier, we zijn hier te gast in een gebouw waar Kamerleden hun werkplek hebben. De stoelen waar u op zit, dat zijn werkplekken van echte Kamerleden. Er zitten ook laadjes die u misschien heeft kunnen zien. Niet alle laadjes die kijken, die laadjes blijven ook dicht. Die laadjes blijven dicht. Daar zitten spullen in van mensen misschien. Dus ik wil graag op uw hart drukken dat u daar dat respecteert en dat ook zo behandelt. Dus dat even de serieuze noot om te beginnen. Ja? Tot zover. Maar wat fantastisch dat u hier als nieuwe Kamerleden nu ingewijd bent en we gaan hier toch even het debat openen. En u kunt zich voorstellen dat dat een heel spannend moment is. En zoals ook veel andere Kamerleden die hier voor het eerst hebben gezeten, dat moment hebben meegemaakt. En hoe werkt dat dan in zo'n Kamer? Hoe werkt dat dan in dat parlement? Nou, er zijn een aantal spelregels. En die spelregels die worden eigenlijk geleid en gehanteerd door ondergetekende, uw dagvoorzitter, de voorzitter van de Tweede Kamer. Mijn naam is Joop van Dessen, voor degenen die mij nog niet kennen. En ik ben vandaag uw voorzitter. En ik zal even de spelregels uitleggen hoe wij hier in de Kamer met elkaar omgaan. Hoe u ook als volksvertegenwoordiger uw taak kunt uitoefenen. Hoe gaat dat nou? We gaan twee initiatiefvoorstellen behandelen in deze plenaire vergadering. Het eerste initiatiefvoorstel zal worden gepresenteerd door afgevaardigde Van Houwelingen. En de tweede zal worden gepresenteerd door afgevaardigde Baudet. Dus dat zijn de leden die straks een speech gaan houden en die een inleiding gaan geven op hun initiatiefvoorstel. Hoe werkt dat dan, zo'n initiatiefvoorstel? Hè? Dat is eigenlijk een soort inleiding tot een voorstel wat hier in deze Kamer gedaan wordt. En daar kunt u dan als parlementariërs op gaan reageren. Daar kunt u wat van vinden, u kunt bijvallen, u kunt daar kritische vragen over stellen. En dat wil u eigenlijk stellen aan degene die zeg maar aan het woord zijn, die hier straks achter de plenaire microfoon dit debat met u gaan voeren. Dan kunt u ze rechtstreeks aanspreken, maar dat doen wij niet. Wij spreken hier in dit huis via de voorzitter. Ja, dus mocht u op een gegeven moment zeggen van, de heer Baudet, ik vind het toch wel erg vervelend dat wat u dit nu zegt. Dit is toch echt ongelooflijk dat u dit zegt. Nou, als u het u zegt, dan zegt u het eigenlijk tegen mij. Dus dat is niet de bedoeling. Dus u moet even nadenken hoe u dat gaat formuleren. He, dus hoe zouden we dat dan bijvoorbeeld kunnen doen van geachte voorzitter? De heer Baudet die beweert nu zo. En het kan wel waar zijn dat hij vindt dat Nederland uit de NAVO moet. Maar ik vind dat eigenlijk een zeer onverantwoord standpunt. En wat vindt de heer Baudet daarvan? Want dat is dan het volgende. Je richt het via de voorzitter aan degene die op het achter de microfoon staat. En je stelt vervolgens een vraag. He, want dat is ook nog eens een uitdaging. Je wil graag iets zeggen. Even, het is belachelijk. Maar dan zal de voorzitter u corrigeren van, ja, maar wat is uw vraag aan degene die achter de microfoon staat? Dus dat is eigenlijk zoals dat in grote lijnen zal gaan. En hoe gaat dat dan? Zo'n interruptie, hè? Want degene die hier achter de microfoon staat, die is een zwaar, interessant betoog aan het houden en daar kunt u ondertussen wat van vinden. En dat mag, want u mag interrumperen en dat is, wordt ook zeker aangemoedigd. We zitten hier alleen met 150 Kamerleden, we hebben ruim een uur de tijd. Dus om nou 150 interrupties te gaan doen, dat is een beetje te veel van het goede. Dus u kunt niet allemaal helaas aan de beurt komen om te interrumperen. We gaan ook afspreken dat als u interrumpeert, dat u dat dan één keer doet om iedereen die dat zou willen daar de kans te geven om dat te doen. En hoe werkt dat dan, zo'n interruptie?
U ziet hier, en heeft u misschien wel eens op tv gezien, 4 interruptiemicrofoons. En ik wil graag eventjes een demonstratie wil ik graag laten doen. Dus die meneer met dat geruite grijze overhemd hier op de eerste rij. Ja, u inderdaad. Kunt u even naar voren komen naar, naar de interruptiemicrofoons. U ziet, op de grond ziet u een voetpedaal staan. En u ziet aan de achterkant van de microfoon ziet u een knopje. Dus dat zijn beide methodes zijn geschikt om daarmee te interruperen. Dus als u het knopje even indrukt... En dan doet u maar gewoon eventjes een proefuitzending, zeg maar. Dat ja, ja, test, proefuitzending. Jazeker, en als u dat al via voorzitter meteen een vraag aan het probleem nou, is. Zeker een paar vragen, ja. En wat is concreet uw vraag, geachte afgevaardigde? Wat is, even uw naam in uw woonplaats als u interviewt. Ja, misschien ja, Freek Fleury, ik kom uit Amsterdam. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Ik ga niet wachten tot het debat begint. En wat is uw vraag concreet? Via de voorzitter, hoe lang begint het debat? Dank u voor deze vraag. Ik zal dat als voorzitter, en dat is ook een punt van orde wat u kunt stellen, want als het gaat over de orde van het debat, dan kunt u ook een punt van orde indienen. Want ik zie hier dat de heer Baudet toch wel erg buiten zijn tijd aan het praten is, dus punt van orde. Ik wil toch graag dat hij zijn betoging afrondt. Maar ik zal nu even antwoord geven als voorzitter inderdaad dat wij na deze introductie dit debat gaan beginnen. En dan krijgt de heer Van Houweling het woord voor zijn initiatiefvoorstel. Dus over 5 minuten gaan wij het debat beginnen. Dank u vrienden. Dank u. Goed, hoe gaat dat dan? Initiatiefvoorstel. Ja, dan komt er dus eigenlijk een soort inleiding, een soort pitch, hè, zoals je dat in het bedrijfsleven zou doen. Waarin iemand zeg maar een vurig betoog gaat houden voor het pleidooi wat hij eigenlijk wil houden. En dat heet dan de zogenaamde eerste termijn. Nou, in die eerste termijn, daar komt eigenlijk iedereen aan bod en dan gaan we dus, we gaan het op deze manier gaan we het zo doen, dat we 5 minuten zeg maar die inleiding gaan doen. De heer Van Houweling en Pepijn die gaat straks dat, die introductie doen en hij nodigt u van harte uit om daarna ook te interrumperen en om vragen te stellen over datgene wat hij heeft gezegd. Dus dat gaan we op die manier gaan we dat doen. En dan gaan we daarna, hè, want je hebt eigenlijk normaal gesproken heb je een eerste termijn en een tweede termijn. Na de eerste termijn dan is het iedereen zijn inbreng, dan iedereen wil elkaar in debat. En dan kan ook, de regering zit daar al vaak bij, hè, in vak K waar ik nu in zit. Want eigenlijk had ik daar op die stoel moeten zitten als dagvoorzitter, maar die stoel is vandaag niet beschikbaar. Dus daar gaan we even geen gebruik van maken. Maar de minister zit normaal gesproken hier naast mij in dit vak K en die luisteren dan mee met dat debat. En die kunnen dan na zo'n eerste termijn, kunnen die dan ook zeg maar reageren op wat er dus voor het initiatiefvoorstel kan gedaan. En dan worden dus ook interrupties worden er gedaan en dan kan dus die regering kan ook worden geïnterrumpeerd. Nou, dan gaan we die hele ronde nog een keer doen normaal gesproken, tweede termijn en dan gaat iedereen zijn conclusies doen en dan worden er vaak moties ingediend. Wat is nou een motie? We gaan er straks een aantal voorbeelden van doen. Een motie wordt ingediend eigenlijk met het verzoek om een wijziging aan te passen in het lopende beleid. En een motie, ja, daar moet je natuurlijk daar moet je een meerderheid voor zien te krijgen. Letterlijk een meerderheid in deze Kamer. En dat is vaak al heel erg voorbereid. Er worden in wandelgangen al vaak afspraken over gemaakt. Daar zou het kartel ook al een soort van afspraak over gemaakt kunnen hebben over dat je bepaalde moties wel of niet steunt. Maar dat gaan we hier, op die manier gaan we het in heel vereenvoudigde vorm gaan we dat naspelen. U krijgt allemaal straks een motie na afloop van dit debat. En dan kunnen we stemmen over die motie. En dan gaan we kijken of die motie al dan niet wordt aangenomen. Dus dat is eigenlijk, gaan we dat in 2 rondes gaan we dat doen. Even kijken of ik niets ben vergeten. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat we gaan doen. Dus ik wilde graag u allen welkom heten op deze plenaire vergadering op zaterdag 10 juni. Zaterdag 11 juni. Zaterdag 11 juni. Aan de orde is het initiatiefvoorstel voor het transhumanisme. Het afgevaardigde, de heer Van Houwelingen, die zal deze introductie geven. En ik geef dan ook graag het woord aan de heer Van Houwelingen. Dank voorzitter en dank aan alle aanwezigen. Zo dat je zo prettig opkomt. vandaag de dag leven in een grensoverschrijdend tijdperk. Alles moet maar groter, sneller,
zijn geen grens, gaat te ver. En alles moet ook continu in transitie zijn. Het woord trans is ontzettend in. We hebben natuurlijk de klimaattransitie. We hebben de transferunie, daar gaat geld van Noord naar Zuid-Europa. En we hebben zelfs, nu wordt er steeds meer gesproken over transgenders. Dus er is niks meer zeker, alles is fluïde, niks staat vast. En dat gaat maar door. Dat heeft ertoe geleid onder andere het opschalen. Hè, wat die globalisten zo graag willen, dat we bijvoorbeeld met hele grote scholen te maken hebben. Dat de woningcorporaties hebben omvang toegenomen. Die kleinschaligheid is weg, die menselijke klimaat is weg. Dat vinden wij een zeer ernstige zaak. Daar zijn we tegen. Maar wat zien we nu? We zien nu zelfs dat aan de mens gesleuteld gaat worden. Hè. De mens is een nieuw object dat ook grensoverschrijdend moet zijn. En dat noemen ze transhumanisme. Mens 2.0. En de mens wordt geüpgraded en daar zijn er allerlei technieken voor om dat mogelijk te maken. En die mens 2.0, daar zijn we heel bezorgd over. Aan de ene kant kun je zeggen, van, nou, dat is handig. Hè. We zijn natuurlijk allemaal een beetje dubbelwezens. Dat wil zeggen, techniek gebruiken we natuurlijk elke dag. Ik heb hier een bril op. Sommigen hebben wellicht een pacemaker of een prothese. Maar de transhumanisten willen nog verder gaan. Die willen, en dat gebeurt al, hè? Bij sommige mensen is dat gebeurd. Die willen chips implanteren in mensen. Zodat je makkelijk kan afrekenen, dat je makkelijk kan identificeren. En dat klinkt heel handig, dat klinkt heel mooi, maar dat maakt het ook mogelijk om mensen steeds meer te controleren en steeds meer te beheersen. En er wordt nu zelfs over gesproken, op Davos is dat bijvoorbeeld gebeurd, om chips in menselijke hersenen te gaan implanteren. Zodat je kan voelen en ervaren hoe bijvoorbeeld andere mensen denken, die chip ook hebben. Nou, onze mening, of wat FND betreft, dan houden we eigenlijk op met mens te zijn. Het is een aanval op de mens zelf. Hè. We zijn er dan ook tegen. We denken dat het een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Dat is een brug te ver. En dat moet stoppen. En we moeten stoppen met het spelen voor God. Daar staat ook een mooi woord voor, wat ook met trans begint, namelijk transgressie. Hè. Hoogmoed. Het is een hele gevaarlijke ontwikkeling. En wij willen dit dus stoppen. En vandaar ook dat wij met het initiatiefvoorstel komen, voorzitter. Om de regering te gaan vragen om een verbod in te stellen. Een verbod op het, heel specifiek op het implanteren van chips in menselijke lichamen. Dus daar zou ik graag steun voor willen zoeken, voorzitter. En dank u voor de aandacht. Dank. Ik ben namelijk dank. Ik zie je terug. Ja. En mijn naam is Laurens Dassen, ik ben van Volt. Meneer voorzitter. En ik bijt het spits af om de anderen ook van harte uit te nodigen in de Kamer om zich te bemoeien in dit debat. Ik hoor de heer Van Houdingen allerlei dingen zeggen zoals we gewend zijn aan zijn partij. Platitudes, ongeloofwaardige toekomstbeelden, angst, scenario's. Maar ik wil het volgende voorleggen. Als wij straks de mogelijkheid hebben om met één kleintje, en die dingen die zijn kleiner dan het stukje haar dat je op je hoofd hebt, vloeiend 25 talen te kunnen spreken. Als wij de mogelijkheid hebben om niet gemiddeld 80 te worden, maar 99 of 120. Als wij de mogelijkheid hebben om automatisch te zien op een horloge of een andere indicator dat wij ons vitamine C niveau niet halen, dat wij te veel kankerverwekkende stoffen binnen hebben gekregen, dat op allerlei manieren ons lichaam dingen aan ons wil communiceren, waarvoor we nu naar Jomanda-types gaan, maar dat kan straks gewoon worden bijgehouden, automatisch. Waarom is de heer Van Houdingen daar dan tegen? Hij zegt dat het anti-menselijk is, maar dit is juist het meest menselijk wat er is, de behoefte om te leven. Het verlangen om te leven. Uw vraag is duidelijk, de heer Van Houding. Ja, de heer Dassen maakt inderdaad een goed punt. Ja, dat moet ik toch wel zeggen. De heer Dassen maakt een goed punt. Het is inderdaad handig. Het kan heel handig zijn om chips te implanteren in mensen. Dat heb ik net ook gezegd. Het kan allerlei voordelen hebben. Wie weet, kunnen we dan straks 25 talen spreken. Het punt is alleen, wat handig is, is niet per se goed. We zouden bijvoorbeeld ook de misdaad in Nederland kunnen uitroeien, denk ik. Door bijvoorbeeld chips te implanteren ons allemaal. Dan weet je precies wie waar is. Dan kun je elke misdadiger kun je gelijk opsporen. Maar wat je dan maakt, is natuurlijk een totalitaire samenleving. En daar zijn we tegen. Een samenleving die onze vrijheid zou kunnen bedreigen.
En vandaar dat het dus vandaar dat wel voor het importeren. U heeft een interruptie hier niet meer. Ja, meneer Van Houding, heeft u een interruptie door deze meneer hier aan de tweede interruptiemicrofoon, uw naam en... Dank u wel, voorzitter. Ik ben Sjoerdsma van D66. Ik vind het echt een ultieme betutteling. Als mensen graag een chip geïmplanteerd willen hebben, wat gewoon heel erg makkelijk is met inkopen en dat je over geregistreerd wordt, vind ik gewoon dat ze de vrijheid moeten hebben. Dus u bent enorm betuttelend bezig. Ik zou graag hebben dat u hiermee ophoudt. Meneer Sjoerdsma, wat is concreet uw vraag? Ik heb nog geen vraag gehoord. Ik heb ook graag mensen die het gewoon graag willen. Heel veel mensen zullen het graag willen. Gewoon de vrijheid van een chip in je lichaam. Of hij het goed vindt dat mensen bijvoorbeeld D66 achterover mij, dat die wel gewoon een chip krijgen. Meneer Van Houding, dank aan de heer Sjoerdsma voor deze interessante vraag. Hij houdt hier een pleidooi voor vrijheid. Vrijheid, medische vrijheid. Zo kennen we deze continu lopen pleiten over uw collega, de heer Paternotte, voor vaccinaties. En dat zou 70 zijn. Dus ik ben zo blij te horen dat u hier pleit voor medische vrijheid. En ik ben op arme dat is FVD en we zijn er heel blij mee. We kijken. Oké, er is een volgende interruptie, de verhoudingen. De meneer aan de buitenkant. Ja, van Leeuwen uit Bunnen. Ik heb even een opmerking aangaande de opmerking van onze ambtgenoten Tassen en Sjoerdsma. En ik heb een vraag via de voorzitter over de dove meneer Van Houdingen. Allereerst de vraag. Door het gebruik van allerlei implantaten komen wij nu direct in contact met degene die implantaten ontwerpt. En daar liggen octrooien op. Bent u niet bang dat als wij als individu een implantaat ingespoten krijgen of geïmplanteerd krijgen, dat wij onze zeggenschap verliezen aan het feit dat wij nu een patent dragen wat niet het onze is? Uw vraag is helder, dank u wel. Lief verhouding. Ja, ik vind dat een hele goede vraag van ambtsgenoot De Bruin, dank u wel. En inderdaad, daar is ook veel discussie over, wat het zou kunnen betekenen als je straks implantaten krijgt. Van ja, je wordt zelf ook een soort product. En we weten dat globalisten, ook sommige althans, bijvoorbeeld Arabië, denken ze over mensen als producten, als wezens die geen vrij wil hebben. Dus dat is heel zorgelijk en je wordt misschien ook afhankelijk ervan. Dat hebben we ook gezien met de vaccinatie. Het kan ertoe leiden dat je weer straks een immuunsysteem wordt ondermijnd. En dat je nog vaccinatie nodig hebt. Dus dat is een van de nadelige bijeffecten van die implantaten. Dank u wel. Dus dat is wat ons betreft nog een reden om er heel voorzichtig mee te zijn. Met deze ontwikkeling. Dank u wel. Dank u wel. Is er nog een interruptie? Mevrouw daarnaast. Uw naam graag. Ja, mijn naam is Renata Schuit en ik kom uit Almere. Meneer de voorzitter, ik heb een vraag aan Martijn van Houdingen. De vraag is namelijk, hij heeft het over implanteren. En de vraag die daar bij mij naar boven gaat is, ja, op welke manier implanteren? Implanteren via een operatie? Of is meneer van Houdingen op de hoogte van andere mogelijke manieren van implanteren? Ja, dank voor de vraag. Maar wat wij ervan weten is dat wat nu al gebeurt. Hè, is dat je, als het gaat om een chip bijvoorbeeld, of je een zware operatie moet hebben, dat kan met een soort injectieapparaatje, kan dat zo onder je huid worden geïnjecteerd en dan heb je dat in wat implantaat. Dus er is geen operatie per se, zware operatie voor nodig. Ja. Dank u wel. We houden het op één interruptie. Dank u wel. En degene de volgende. Het woord is aan de heer met de donkerblauwe kleur. Dankjewel voorzitter. Mijn naam is Dijkstra, ik kom uit Emmen. Ik hoor meneer Van Houdingen net roepen van implantaten en dergelijke chips in het menselijk lichaam. En ik hoor hem ook praten over pacemakers. Eerder in de introductie van de betoog. Zo'n pacemaker bijvoorbeeld bevat ook elektronica en chips. Is in de ogen van de heer Van Houdingen dan de wet die hij hier, of het initiatief dat hij hier voorstelt, niet heel erg breed. Want als wij bijvoorbeeld ook pacemakers gaan hebben... Uw vraag is helder. Uw vraag is helder. Ja, dank voor de goede vraag. Inderdaad, we hebben dus al natuurlijk protheses, pacemakers, maar wat voor ons bijvoorbeeld het implanteren van chips in bijvoorbeeld je brein zo wezenlijk anders maakt, is dat het je mens zijn zelf kan beïnvloeden. Hoe je als mens bent. En
pacemaker of een prothese, dat helpt je met een functie in je lichaam. Maar dit gaat veel verder. Dit maakt ook de controlemogelijkheden worden daardoor veel groter. Dus dat is de reden dat wij denken dat het implementeren van chips totaal iets anders is. Dank voor de vraag. Dank u wel. Hier de jonge heer aan de buitenkant. Hallo, ik ben Dion de Graus. Ik kom uit Leerde. Ik heb een hele belangrijke vraag voor meneer Van Houwelingen over het gebruik van chips. Wordt dit ook ingezet bij het welzijn van dieren? Of niet? Zijn daar geen concrete antwoorden? Gewoon een pure vraag uit uw vierde jaar, maar wordt hier ook op een beheersmatige manier mee omgegaan voor mensen die verdacht zijn van seksueel misbruik? Die tweede vraag die beschouw ik als niet gesteld. We houden het hier het debat houden we bij het onderwerp, dus deze vraag valt buiten de orde. Graag meneer Van Houwelingen antwoord op de eerste vraag. De tweede vraag is buiten orde verklaard. Dank voor uw, zoals u kent, voor uw diervriendelijke vraag. En inderdaad, het is zo dat dat gebeurt al, bij dieren gebeurt het al, dat het oormerken, dat allerlei zaken worden ingesproken. Dus dieren is natuurlijk wat ons betreft wel iets ander verhaal, maar ook dierenwelzijn gaat ons na aan het hart. Nee, we hadden het op één interruptie, dank voor u. De volgende was de heer hier met het gele shirt. Peter van Beven uit Lelystad. Meneer Van Houwelingen, ik heb een vraag via de voorzitter. Bent u enigszins religieus? Wat is uw vervolgvraag? Kunt u misschien wat u nog mag in vraag stellen? Want anders is uw vraag op. Oh, dan wil ik gelijk doorgaan. Want wij denken namelijk dat u dan op de stoel van God gaat zitten. Als u mensen wilt programmeren met chips. En wat is uw concrete vraag? God heeft ons niet zo geschapen. En mijn vraag was eigenlijk, heeft u daaraan gedacht, aan de religie? De heer Van Houding. Ja, dank voor de vraag. Ik ben zelf agnost, maar ik begrijp uw vraag. En inderdaad, dat bedoel ik met het woord transgressie ook. Het is hoogmoed, hè. Hoogmoed is natuurlijk van de zeven zonden, is dat de grootste zonde. Dus ik denk ook dat, dat ons bezwaar, hoewel niet uit een gelovig bron komt, daar wel raakvlak mee heeft. Dus het is hoogmoed, het is de toren van Babel, het is, gaat te ver. Ja, dank u wel. We gaan nog een aantal interrupties doen. We zitten wat krap in de tijd, dus ik stel voor dat wij nog een drietal interrupties gaan toestaan, omdat we dit debat dan gaan afronden. De volgende is deze jongen hier vooraan. Mijn naam is Francesca Klaasheff en voor deze vraag ook even alsof ik van D66 ben. De heer Van Houwelingen zei eerder dat de chip zorgt voor dat we naar een totalitair regime gaan. Maar we leven toch in een parlementaire democratie. Ja, dat wordt gezegd inderdaad. En sommigen denken dat dat het geval is. Wij denken dat, dat u hier staat in de slaapkamer. Dus inderdaad, formeel hebben we nog een democratie, dat is helemaal waar. Maar alle fronten is die uitgerold. We zijn onze soevereiniteit voor een heel groot deel kwijtgeraakt. Aan de Europese Unie, aan allerlei supranationale organisaties. En ook onze grondrechten zijn natuurlijk afgelopen jaar, twee jaar zwaar geschonden. Dus wat staat er nog overeind van die democratie? Dank u wel, de heer Van Houwelingen. De volgende interruptie is de meneer hier met het donkerblauwe overhemd. Donkerblauw probleem, ja. Goedemorgen, meneer voorzitter. Mijn naam is Mark Rutte van de VVD. volgens mij staat er in de grondwet iets over de soevereiniteit van de lichamelijke integriteit. Dus daar zal een grondwetswijziging voor plaats moeten vinden. Maar verder vind ik het voor mij persoonlijk wel heel erg handig. Want ik heb nogal last van inactieve herinneringen. Dus het zou heel handig zijn als ik zo'n ding ingepland heb. En wat is uw concrete vraag? Waar kan ik mij opgeven daarvoor? De heer Van Houwelingen, voordat wij ingaan inderdaad, het is natuurlijk een wat technische vraag inderdaad, hè? Dus in de uitvoeringswetten die staan hier niet geagendeerd, dus misschien buiten de orde, maar ik wil de heer Van Houwelingen toch uitnodigen om daar nog een antwoord op te gaan geven. Wij sympathiseren ontzettend met de heer Rutte, we begrijpen het probleem dat hij heeft met zijn geheugen, daarom gaan we dit toestel apart uitzondering opnemen voor de heer Rutte. Daar gaan we. Ja, voorzitter, ik wou even reageren op de suggestie van eerder van D66 over het
Want iedereen vrij staat om chips te laten implanteren. Maar wat gaat op de belastingbetaler kosten allemaal? Wat gaat er veel te veel geld kosten? Doe je vanuit? Ja, ik denk dat het minder geld gaat kosten dan alle testen, al die vaccins en al die gegevens die het afgelopen jaar op ons heeft gestort. Dus dat is zeker gelijk. Ja, dank u wel. De laatste interruptie. Ja, goedemorgen. U moet even de microfoon of met het voetpedaal of met het knopje achter. Goedemorgen, John Suiker uit Alphen aan de Rijn. Via de voorzitter heb ik volgende vraag. Onlangs heb ik in de Lancet gelezen over uitgebreid medisch onderzoek waarbij eigenlijk totaal verlamde mensen door chipsimplantaten eigenlijk weer konden bewegen. Hieruit heb ik twee vragen. Gaat meneer Van Houwelingen voor een totaalverbod? Of bestaat er ook de mogelijkheid tot medische uitzonderingen in speciale gevallen? Omdat dat onderzoek bleek dat het wel degelijk een doorbraak was voor de mensen die taalverlamd zijn. De heer Van Houding. Dank u wel. Ik vind dat een hele goede vraag. Wij gaan hierover nadenken en misschien gaan we het voorstel aanpassen. Dat doet u normaal nooit natuurlijk in de Kamer. Ja. Dat is de antwoord. Dat is een mooi bruggetje inderdaad om aan te geven dat mocht zo'n voorstel inderdaad gewijzigd worden. Want het kan zijn dat de heer Van Houwelingen door dit debat uiteindelijk op een lumineus idee komt om toch iets in tweede termijn dit te gaan aanpassen. Dan kan er zelfs een amendement op zo'n voorstel worden gemaakt. Hè. Dat is dan ook iets wat kan gebeuren. Amendementen kun je indienen op wetswijzigingen. Dan kunnen artikelen worden aangepast worden. Maar wat er ook kan gebeuren is dat er moties worden ingediend. En ik begreep dat de heer Van Houwelingen in zijn tweede termijn gaat komen met een motie. Dus ik nodig de heer Van Houwelingen graag uit om zijn motie in te dienen. Ja, dank u wel. De motie luidt als volgt. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateren dat er plannen zijn om menselijke chips te implanteren. Overwegend dat dat een aanval is op de mens en de menselijke waardigheid, verzoekt de regering om een verbod in te stellen op het implanteren van chips in een menselijk lichaam. Nou, wordt deze motie ondersteund door voldoende Kamerleden? Graag een aantal handen. Ja, dat is het geval. Daarin maakt deze motie deel uit van de beraadslaging. En dan is er nog een interruptieverzoek op deze motie. Ja, mijn naam is Joost Eertmans van Jaar 21. Ja. En wij overwegen eerlijk gezegd om deze motie te steunen, maar willen eerst graag weten hoe de VVD erover denkt. Te zien dat de heer Eerdmans zoals gebruikelijk heel constructief is. Dan worden de motie worden nu door de bode uitgedeeld. U krijgt straks de kans om deze motie te lezen. En dan is de heer Van Houwelingen krijgt nog in het slotpleidooi om zijn motie verder nog wat te ondersteunen en te bekrachtigen. En dan gaan we daarna over tot stemming van deze motie. Dus u krijgt deze motie en ik geef graag het woord weer aan de heer Van Houwelingen. Ja, dank. Ik vond het debat, vaak vat je het debat ook samen tegen mij, ik vond het debat zeer interessant en nuttig en waardevol. We hebben ook een aantal overwegingen meegenomen, bijvoorbeeld de overweging om medische uitzonderingen te maken. Dat gaan we wellicht later in een wetsvoorstel verwerken. En ik hoop dat de Kamer instemt met ons verzoek om deze ontwikkeling die al wat ons betreft veel te ver is gegaan. Namelijk het aanpassen en modificeren van de mens om akkoord te gaan met ons verzoek om daar een grens aan te stellen, een dijk op te werpen en te voorkomen dat het zover gaat dat we in een situatie terechtkomen dat zelfs chips in menselijke lichamen geïmplanteerd kunnen gaan worden. Dank u wel, de heer Van Houwelingen. De motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging onder letter 38188, letter F. Wij gaan na het debat, wat nu gaat volgen met de heer Baudet, gaan wij stemmen over beide moties die worden ingediend. Dus ik ga graag voor het volgende initiatiefvoorstel, dan geef ik het woord graag aan de heer Baudet. Dank u wel, voorzitter. Ambtsgenoten. De elf van Minerva waarover we heel graag de mening van de Kamer. Tot 1989 was ons koninkrijk in een dodelijk conflict verwikkeld met de meest vernietigende ideologie die ooit op aarde heeft bestaan, namelijk het communisme. En om die reden was het goed dat wij onderdeel waren van een Atlantisch bondgenootschap,
omdat Nederland daadwerkelijk op 5 uur rijden van de Russische tanks lag. Omdat Nederland zich onmogelijk kon verdedigen tegen een atoomaanval vanuit het Sovjetblok. Maar een militaire alliantie heb je alleen als je een gemeenschappelijke vijand hebt. En het is mijn stellige overtuiging dat die gemeenschappelijke vijand verdwenen is na 1989, de val van de Sovjet-Unie. En dus dat het Atlantisch Bondgenootschap geen staatsrecht meer had. En zoals dat gaat met commissies of organisaties die zichzelf overleven, zoals talloze commissies en instituties, zoals we allemaal kennen uit het leven, die gaan dan redenen verzinnen voor zichzelf om te blijven bestaan. En wat er dus gebeurd is in de jaren 90, is dat een verschrikkelijke, destructieve ideologie binnen de NAVO is opgekomen, namelijk die van de regime change. Niet langer was de NAVO effectief een defensieorganisatie, het werd een offensieve organisatie. En vanaf midden jaren 90 heeft dus de NAVO een spoor van ravage achter zich gelaten. Allereerst door Servië aan te vallen in 1998-1999 en vervolgens door allemaal stupide aanvallen op Arabische landen, op landen in het Midden-Oosten, destabilisering van Libië, van Syrië, van Irak, Afghanistan, noem het allemaal op. En nu, tot slot, is de NAVO bezig om ons in een dodelijke oorlog met onze grote buurman in het oosten te storten, namelijk Rusland. Eindelijk is dan die gedroomde oorlog met Rusland een feit. Nederland heeft niets te zoeken in dit destructieve spel van grootmachten op het wereldtoneel. Spierballentaal van Amerika, Israël, destructiviteit. Het is niet in ons belang. Nederland dient uit de NAVO te treden. Dank u wel. Dank u wel, de heer Bonnet. Ik zie de heer Van Houding als ik wel. Ja, dank u voorzitter. De heer Schulzma. Heer Schulzma, excuus. Ja, heer Schulzma, het is stuitend dat woord van de heer Baudet. Zo kennen we hem. Zo kennen we de heer Baudet. Hij houdt van sterke leiders. Hij moet ook voor Rusland. Dat is echt een Poetin-vriend. En het is vreselijk wat hij nu zegt, want hij heeft de oorlog. Oekraïne heeft hij weigerd te veroordelen en nu gaat hij zelfs, meneer de voorzitter, hij gaat zelfs de bel zetten aan de wortel van ons veiligheidssysteem in de NAVO. De heer Baudet is schande voor dit parlement. Wat is uw vraag? Kom met het tribunaal! Kom met het tribunaal! Ik heb geen vraag gehoord. Op te antwoorden. Ja, excuus. Ja, ik heb geen vraag gehoord, maar ik kan wel in het algemeen wat zeggen over de heer Schulzma en zijn. Kijk, ik snap het wel als hij zegt het veiligheidssysteem, maar dat is gebaseerd op een achterhaald wereldbeeld. Rusland is niet onze vijand. Het buitenlands belang van Israël is niet per se het buitenlands belang van Nederland. De Amerikaanse geheime diensten werken niet in het Nederlands belang. Wij moeten denken vanuit ons belang. We moeten denken vanuit wat Nederland verder brengt. En niet wat onze internationale vriendjes leuk vinden. Dank u wel. Ik zie een interruptie. U bent al geweest. Dus ik geef iedereen de kans om een interruptie te geven. De heer Bosman. Ja, dank voorzitter. Caroline van der Plas, Boerenburgbeweging. Ik vind eigenlijk, en dat richt ik me echt tot u voorzitter, dat de heer Baudet veel te veel moeilijke woorden gebruikt. We moeten het gewoon allemaal wel kunnen blijven volgen. En volgens mij zijn het ook complottheorieën, meneer de voorzitter. Want meneer Baudet die zegt wel dat wij een oorlog met Rusland worden ingerommeld. Maar weet de heer Baudet wel dat Rusland een soevereine natie is binnengevallen? Wat vindt meneer Baudet daarvan? Mogen wij zomaar soevereiniteit van landen wegnemen? De heer Borden. Ja, twee dingen. Ten eerste, op de feiten. Het is natuurlijk niet waar dat Rusland zomaar een soeverein land is binnengevallen. Al 7 jaar bombardeert Kiev het oostelijk deel van Oekraïne. Al 7 jaar is er effectief een burgeroorlog gaande.
Al 7 jaar wordt Rusland geprovoceerd, niet alleen doordat de Russische minderheden in dat land systematisch worden onderdrukt, achtergesteld enzovoort, maar ook omdat men heel actief bezig is om via Oekraïne druk te leggen op Moskou. En het interessante is dat ik niemand nog heb horen zeggen dat Kennedy ongelijk had in de Cuba-crisis, toen hij zei dat er geen Russische raketten op Cubaanse grond op enkele uren afstand van New York en Washington mochten worden geplaatst. Iedereen vond dat vanzelfsprekend. En wat men nu zegt, de regime change agenda van de NAVO komt Rusland natuurlijk wel heel dichtbij als je dat hele land gaat pakken. Dat is vanzelfsprekend. Dus het is niet uit het niets. Maar ten tweede, nog veel belangrijker, is het onze taak om de politieagent van de hele wereld te zijn. En dat is een, nog een veel diepere vraag waar James Kennedy, de grote auteur, een boek over heeft geschreven, waar die begrip Imperial Overstretch introduceert. Wij vechten ons dood, wij maken onze hele welvaartspositie en onze hele samenleving maken wij stuk. Omdat wij allerlei fantasieën hebben over de hele wereld redden. De hele wereld overal maar ons mee bemoeien. Het gaat niet. Hou op met die hoogmoed en richt je lekker op de boeren in Nederland. Hier aan de buitenkant. Ja, goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Baudet. Als we uit de NAVO zouden gaan, ziet de heer Baudet dan ook nog een alternatief daarvoor eventueel? De heer Baudet. Nee, ik zie op dit moment geen reden ook om een alternatief te zoeken. Ik denk dat neutraliteit een prachtig uitgangspunt is voor ons buitenlands beleid. Ik denk dat Nederland zichzelf moet spiegelen aan Zwitserland, niet alleen op het gebied van referenda, niet alleen op het gebied van het hebben van een eigen munt, maar ook op het gebied van neutraliteit. Laat ons weer de traditie oppikken die wij eeuwenlang hebben gehad. Nederland als delta tussen grootmachten. Nederland als doorvoerplek. Nederland als vertaalplek, waar mensen veel buitenland hebben, een klein land, waar ze veel verschillende talen spreken. We zijn heel internationaal gericht. Laat ons dat herpakken, dat hervinden. Dank u wel. En ik geef u graag het woord aan de volgende vertegenwoordiger. Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Rick Raadonk uit het mooie Portugal, Zuid-Holland. Ik heb ook een vraag voor de heer Baudet. Ik wil hem allereerst bedanken voor het feit dat hij hier zojuist ook de meest destructieve en de meest gevaarlijke ideologie heeft tegengesproken die ooit op deze planeet heeft bestaan, namelijk het communisme. Dat ben ik vurig met hem eens. Daarnaast ben ik het ook met hem eens dat regime change iets is dat het Nederlandse leven niet zou moeten willen nastreven. En dat we ook een soeverein land moeten zijn in de besluiten die we over ons leven nemen. Maar uw vraag is? Mijn vraag is wat voor beleid hij vervolgens voorstelt met ons leven. Want ja, de plafondplaten vallen uit het dak. We hebben niet eens eigen tanks meer. De soldaten moeten bang bang als ze willen schieten. We hebben het allemaal gezien. Mortieren die ontploffen. Wat wil hij doen om ons leger te verbeteren? Nou, een fantastische vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland een goed functionerende defensiemacht heeft. Om meerdere redenen. In de eerste plaats om ons land te verdedigen, maar ook omdat ik denk dat er een bepaalde civiele religie, een civiele cultuur van uitgaat die heel erg belangrijk zou zijn. Dus ik ben voor een soort dienstplicht die op allerlei manieren kan worden ingevuld en het hoeft misschien helemaal niet per se 15 maanden te zijn of zo. Het kan ook bijvoorbeeld 2 lange zomervakanties zijn, 2 keer 3 maanden en daarna dat je regelmatig weer wordt opgeroepen. Maar het idee dat wij met elkaar een burgerrepubliek vormen, dat spreekt me altijd zeer aan. Het probleem is alleen nu, dat natuurlijk nu ons leger wordt ingezet voor het uitvoeren van Amerikaanse en Israëlische buitenlandse belangen. Dus als je nu gaat investeren in het Nederlandse leger, ja, dan fund je eigenlijk onze eigen ondergang. En dat is natuurlijk het perverse, dat zie je ook aan die vaccins. Hè. Dus op het moment dat je eigenlijk als maatschappij leidt aan een auto-immuunziekte, wat wij doen, culturele auto-immuunziekte, dan alles wat je gaat doen om je immuunsysteem te versterken, dat versterkt eigenlijk je eigen verzwakking. Daarom dat ook die vaccins zo gevaarlijk zijn voor mensen met een gezond immuunsysteem. Omdat het je immuunsysteem verzwakt en op het verkeerde been zet. En dan ga je heel hard werken, dan ben je dus heel ziek. Ja, dat is de duivelse dilemma waar wij nu in zitten. Als wij nu gaan investeren in ons leger, dan gaan wij investeren in de oorlog met Rusland. Dus we moeten eerst uit de NAVO en daarna gaan we opnieuw de heleboel opbouwen. Gelukkig hebben we 150 mensen die nu eigenlijk verstandig blijven.
We gaan naar de volgende interrumpant. De deugdigste naam, Cornelis de Deugd. Ik zie het als de NAVO als de rechterhand van Amerikaanse agressie in de wereld. Ja. En ik zou meneer Baudet graag de vraag kunnen voorleggen van, is het misschien niet zo dat niet zozeer het lidmaatschap van de NAVO het probleem is, maar het feit dat het totaal onbekend is dat de NAVO in feite het instrument van agressie is van Amerika richting het oosten. En dat misschien daar eerst de aandacht moet vestigen dat daar een eind aan komt. De heer Baudet. Als ik het goed begrijp, moeten wij dan het Amerikaanse beleid gaan veranderen. Maar ja, ik zie niet hoe wij dat kunnen doen. Het enige wat wij kunnen doen is voor Nederland zorgen. Het lijkt me een helder antwoord. Ik wil meer eten. Ja, natuurlijk. Ja, dankjewel. We gaan naar de volgende. Dank u wel, meneer voorzitter. Ik ben Francisca Schellaert. Ik kom uit Rotterdam. Ik heb hierbij een vraag aan de heer Baudet. Dat wij dus natuurlijk als FVD het plan hebben om uit de NAVO te gaan, Nexit en et cetera. Maar wat is het plan van de heer Baudet als wij dus de orde tegen Rusland, dat het natuurlijk het communistische China, waar wij al onze heel groot deel van onze allerlei bedrijven die daar allemaal op zijn puin zijn krijgen. En als wij dus daar uitstappen en dat China dus ook enorm bezig is om Afrika, allemaal spoorlijnen, heel Afrika komt in de handen van China al met schulden. Als wij ons daar uitstappen, dan is het heel makkelijk om Nederland te boycotten of kapot te krijgen. Of hoe gaan wij ons dan handhaven als wij als klein landje daar een soort van... geïsoleerd, hoe ziet u dat voor zich? Uw vraag is helder. Een hele goede vraag. Kijk, het probleem van China, ik zie het probleem van China heel erg. Het probleem is dat de mensen die in de topregio's zitten van de NAVO, World Economic Forum, Davos, Bilderberg enzovoort, dus de mensen die de baas zijn in de westerse wereld, die zien China als het grote voorbeeld. Trudeau zei ik nog een jaar geleden van er is ontzettende bewondering voor hoe China het allemaal aanpakt en zo. Dus het probleem is dat waar we nu in zitten, is geen blok tegen China, maar is al bezig om samen met China op te trekken, om wereldcommunisme te vestigen. Dat is het enge. Dus de paradox is, we hebben de Koude Oorlog gewonnen, zeg maar, van het communistische Rusland. Wij zijn zelf communistisch geworden en Rusland is eigenlijk een van de enige landen die dat niet lijkt te zijn. Het is heel merkwaardig is dat. Heel vreemd. Maar ik zie het probleem. Dit is dé grote uitdaging voor de toekomst. Ik onderken het. Ik heb daar niet een soort pasklare oplossing voor. Om ons te handhaven in een wereld die demografisch gezien, maar ook economisch gezien, op alle mogelijke geostrategisch, ons tot hele grote minderheid in de wereld reduceert. Dat wordt de grote uitdaging van de 21ste eeuw. Maar het helpt in ieder geval niet om ons vast te hechten in een blok dat onze belangen niet dient. Helder antwoord, denk ik. Dank u wel. Dank u wel. We gaan naar de laatste interrupant. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn naam is Julien Kekke en ik woon in Landgraaf. mijn vraag aan de heer Baudet is, hij pleit voor uitreding uit de NAVO. Ja, voordat hij dat wil doen, moet hij daar wel draagvlak voor creëren. Hoe wil de heer Baudet dat gaan doen? De heer Baudet. Nou, bijvoorbeeld door dit soort debatten te voeren. Dat lijkt me een mooi slotwoord. Ik denk dat we een motie, meneer voorzitter. Uiteraard, de heer Baudet. Ik geef u de gelegenheid om deze motie in te dienen. De Kamer verhoort de beraadslaging, overwegende dat het optreden van de NAVO niet langer in het Nederlands belang is, stelt voor om de NAVO te verlaten en gaat over tot de orde van de dag. Wordt deze motie door voldoende leden ondersteund? Ja. Dat is het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. Het nummer krijgt u straks van mij door. En de motie wordt straks uitgedeeld. En we gaan eventjes kort schorsen, dan kunt u gaan overleggen. En daarna dan gaan wij over tot stemming van beide moties die zojuist zijn ingediend voor beide initiatiefvoorstellen. De vergadering is geschorst voor 3 minuten. Is de plenaire zaal al terug? Ik hoor niets. Vonden jullie het leuk om de werkkamers te zien? Komen jullie gezellig wat dichterbij staan? Zijn er nieuwe vrienden lid geworden vandaag? Van de vriendenclub? Kan ik een applaus krijgen voor de mensen die vriend zijn geworden? Dat is heel belangrijk.
echt heel belangrijk. Want jullie helpen deze dingen allemaal financieren. Dit is hoe wij dit allemaal doen, omdat er mensen in ons steunen. Kom allemaal wat dichterbij staan. Ik zie dat de werkgroepen nu ook uitlopen. Volgend jaar doen we ook weer een nieuwe simultaanschaakronde. Was erg leuk. Ik heb ook hierboven net een Q&A gedaan. Was ook heel leuk. Het is voor ons heel erg fijn om in een iets kleinere setting, want dan krijg je ook meer terug, kun je meer in dialoog gaan in plaats van wat we hier heel vaak meemaken natuurlijk in de kamer, dat wij praten tegen zombies. En dan wordt dat misschien opgepakt in de huiskamers, maar we krijgen natuurlijk niks terug. En dat hebben we nu wel. En dat is ontzettend leuk. Dus ik wil jullie nogmaals vragen, kom wat dichterbij. Er is nog een enorme kring hier leeg, dus kom gezellig voor op het podium staan. Het ziet er ook veel leuker uit op de camera enzovoorts. En dan kijken we ook eventjes naar onze geweldige cateraar. Hebben we zo meteen een borrel? Wauw, er komen happen. En mag ik een applaus voor de dame die nu hier binnenkomt, want zij is echt geweldig. En elke avond maakt een koffie voor ons. En dat is top. Het is gewoon zo leuk dat we een keer kunnen laten zien waar wij dag in dag uit zijn met ons team. En dat jullie dat ook eens zien in onze werkkamers. En ik denk dat we nog heel veel van dit soort discussies en debatten moeten doen. Dankjewel, ik krijg gebruikt chocolaatjes. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben hier blij mee, hartstikke lekker. Zo meteen. Ja, ik mag wel. Maar ik wil ook nog een aantal dingen even toch benoemen, want zo'n dag gaat natuurlijk heel snel voorbij. En wat ik heb gevoeld vandaag bij iedereen die hier was, dat is dat jullie blij zijn dat wij dit aan het doen zijn met elkaar. Ja. Ja. En dat is iets, daar zit iets tegenstrijdigs in. Want aan de ene kant vinden we het natuurlijk fantastisch om te horen dat wij doen onze stinkende best om dit allemaal te laten draaien. En als je ziet wat we ook allemaal doen, er is natuurlijk geen partij in Nederland. Alle andere partijen samen doen minder dan wat wij doen. Dat is echt waar. En wat jullie ook met ons doen. Maar wat wij zo graag willen, is dat jullie straks allemaal weggaan met het idee, wat ga ik doen? Wat gaan jullie zelf doen om deze beweging, die ook van jullie is, te helpen ondersteunen? En ik heb vanmiddag al een aantal mensen op het podium gehaald die ook iets zijn gaan doen. En ik heb daar zo'n bewondering voor, want ik heb het zelf ook gezien met vallen en opstaan en de tegenwind die je krijgt en de maatschappelijke prijs die je betaalt om tegen de stroom in te roeien. Die is enorm. En er zijn heel veel mensen hier die dat weten. Willem Engel staat daar bijvoorbeeld. Willem, we zullen hier op het podium. Dankjewel Willem voor alles wat je doet. Dankjewel. En Tom Zwitser is hier. Tom, waar ben je? Steek je hand even op, Tom. Ja, daar is het, Tom. Dankjewel voor alles wat je doet. Dankjewel. Dankjewel. En eigenlijk wil ik dat ik volgend jaar over iedereen van jullie moet zeggen dankjewel. Dankjewel dat je wat je doet. En het kan heel klein zijn. Dat kan bij wijze van spreken zijn dat je één keer per week met mensen bij elkaar gaat komen. Dat je in jouw omgeving de winkeliers en de caféhouders enzovoorts ondersteunt. Die zich ook tegen de coronaregels hebben gekeerd en die nu aan de goede kant staan in de hele strijd die we voeren. Het kan ook zijn dat je bij Ralf Dekker. Ralf, waar ben je? Ralf, dankjewel wat je doet. Maar dat je bij Ralf Dekker gaat praten over scholen, met je kinderen. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat je op de een of andere manier met onze vriendenvereniging iets gaat doen om onze partij te versterken. We hebben ook allerlei mensen die organiseren leesclubs. We hebben mensen die hebben mini-bioscoopjes. Daar organiseren ze vertoningen van documentaires van Marijn Poels bijvoorbeeld, andere mensen. Dus wat ik wil bewerkstelligen bij jullie allemaal, is dat jullie gaan nadenken wat je kan doen. Onderschat nooit je impact. Onderschat nooit wat je kan doen.
Want zo ben ik ook begonnen. 10 jaar geleden. Ik dacht ook, ik kan niks doen. Ik heb de aanval op de Nazistaat geschreven in 2012. Ik had allemaal voorzien, dit gaat de verkeerde kant op met die supranationale beweging, met die globalisten enzovoorts. Ik wist natuurlijk niet precies hoe het ging uitlopen, maar ik wilde iets gaan doen. En nu sta ik hier, 10 jaar later, moet je kijken wat we hebben opgebouwd met z'n allen. Dat kan. Mensen kunnen dingen doen. En jullie dus ook. Vriendjespolitiek in positieve zin. Ja. Maar met je vriendjes ga je zo. En daarom wil ik toch even dit moment aangrijpen om de 4 mensen waar ik dan nu in de Kamer elke dag hiermee strijd op het podium te helpen. Die hebben ze natuurlijk hopelijk kunnen ontmoeten vandaag. Daar was het ook om bedoeld. Freek Jansen, Gideon van Meijeren, Pijn van Houden en Simone Kerstman. Kom bij mij op het podium even. Pijn die wil natuurlijk het applaus. Ah! Ja. Kan ik het horen voor Gideon? Wij staan hier in de frontlinie met jullie steun in onze rug en we kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel dat voor ons betekent. Wij staan 's ochtends op omdat we weten dat jullie naar ons kijken, dat jullie ons steunen, dat wij iets voor jullie kunnen doen. En vandaag voelen we die energie fysiek hier in de Kamer, daarom betekent dat zoveel voor ons. Maar jullie moeten dat weten en ik hoop dat jullie dat ook voelen vandaag van ons, dat je voelt dat we echt heel blij zijn met jullie allemaal. En ik hoop dat we jullie hebben geïnspireerd. En ik hoop dat jullie met energie en met ideeën straks, we gaan nog even borrelen, het is nog niet voorbij, maar dat we uiteindelijk naar huis gaan. En dat dit echt, dat dit het begin is weer van een volgende stap in de geweldige, helder verhaal van FVD. En uiteindelijk hopelijk van Nederland. Dat we mensen terugkijken en dat wij iets gedaan hebben, iets veranderd hebben in de geschiedenis. Iets vreselijks hebben tegengehouden, iets moois hebben gecreëerd. En dat is wat er vandaag als zaadje, als kiem te voelen moet zijn geweest. En dat is echt ook dankzij deze fantastische mensen die samen met mij de rug recht houden. Altijd voor jullie, met jullie. Dankjewel. En niets van vandaag was mogelijk geweest zonder de man die het allemaal georganiseerd had is. De man die 5 dagen niet heeft geslapen om dit allemaal te organiseren, echt waar. Vanochtend al om 4:30 weer aan het appen was, mij weer wakker maken en ze was prima. Maar hij is echt een held, hij heeft het allemaal voor jullie georganiseerd en ik wil hem naar voren hebben. Rick de Vries, Rick, kom naar ons toe, een andere applaus. Rick de Vries, dit was werkelijk geweldig. Fantastisch om jullie allemaal hier te zien. Ja, zoveel mensen. Ja, we hadden echt heel veel stress dat we misschien zelfs te veel mensen zouden hebben vandaag, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik wil je echt zo ontzettend bedanken dat jullie vandaag zijn gekomen. En ja, ik heb er wel echt een beetje slapeloze nachten van gehad. Maar het is allemaal goed gekomen. De beveiligers waren ook hartstikke blij. Het is allemaal hartstikke goed gegaan. Dus wij hebben jullie echt een fantastische dag gehad. En ja, gewoon echt bedankt dat jullie er waren. Fantastisch. Wij hebben voor alle sprekers iets leuks meegebracht, omdat wij jullie heel erg waarderen. En we vinden het heel leuk wat jullie allemaal doen voor ons en wat jullie vandaag hebben gedaan. Dankjewel. En dan hebben we nog 3 vragen. Willen jullie meer of minder witte wijn? Zijn jullie al geabonneerd op de Dissident? Wie is er nog niet geabonneerd op de Dissident?
Ja, knal. Oké, dan kunnen jullie ofwel gerailleerd worden, of onmiddellijk nu daar naartoe lopen. Daar staat Massimo. Doe dat gewoon, want het is een heel bekend Amerikaans gezegde. If you want to start a movement, start a magazine. En nou, we zijn dan eerst de politieke partij begonnen, maar uiteindelijk dan nu ook een magazine. Ik ben er heel trots op. Word gewoon even abonnee. Het is superleuk als je ons steunt. En de derde vraag tenslotte. Willen jullie meer of minder ledendagen? Yes! Dank je wel!